Nou, ik heb dus bijvoorbeeld ook een song geschreven die heet Thank You. Ja. En, ja. En bij Thank You zeg ik eigenlijk van, hoe gek dit ook klinkt, I want to thank you for hurting me and for breaking me. Because of all of that, I became stronger. Yes, dus ja. Ik ben je dankbaar dat je me hebt gebroken, want ik ben nu sterker geworden. En I turn my mess into a message. Dus in plaats van het... Want wat heel vaak mensen doen, is dat ze het wegstoppen en er niet over praten. En jaren gewoon dat in een kastje stoppen. Yes. En uiteindelijk komt het een keer eruit. Juist. Want en wat gaat gebeuren, is dat je toxic behavior gaat creëren. Oh. Ja man, nu dus valt er een kwartje bij mij. Maar ga verder. Ja, yeah. So you gotta be careful with that. Ja. Weet je, en dat zie ik gewoon bij heel veel mensen om me heen. Van als jij niet bewust bent van wat er allemaal is gebeurd in je traumatische verleden, dan gaat zich dat herhalen als een echo in je leven. Volg, abonneer, registreer, spreek me aan met meneer. Yes, once again, back in the motherfucking building. Live vanuit de Agnetorn, met once again, speciale gasten in de building. Brakka! Yes, we hebben Romy Dia, IVA, Wanda. What's good, 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 good. Lekker, lekker. Ik geef jullie nog special effects, man. Gewoon met die echo erbij, right. Je weet toch? Okay, yes, man. Aha. Ja man, welkom Romy. Welkom Ivy. Hey. Welkom, welkom, welkom. It's been a minute, man. We gaan way back, man. Klopt. Aha. Yes, man. Romy van Wakka. Yeah, oh, girl. You good? Yeah, I'm good. Gruwelijk, man. Ja, ik ben flex, man. Ik ben flex. Hoe is je dag begonnen vandaag? Hoe is mijn dag begonnen? I woke up with a smile today, so... Uh-huh. It's a good day. Yeah, it's a good day. The sun is out. Yeah. Ja, toch? Yeah. Gruwelijk, man. Ja, toch? Hey, ik heb gisteravond een paar pokus van jou gehoord. Ik dacht echt bij mezelf van, wauw man. Ik wist niet dat je zoveel pokus had gemaakt. Thanks. En ik was niet van die level bewust totdat ik die dingen echt ging checken. Thanks man. Maar voordat we daarover gaan praten, want dat is niet een level wat je zomaar kan bereiken. Dat je zomaar wakker wordt met een glimlach. En dat je denkt van, ik ga dat even doen en dat het even gebeurt ook. Mm-hmm. Ik denk dat je best wel een struggle achter de rug hebt gehad om te komen daar waar je nu bent. I've been through a lot. Ja, toch? Yeah. Ja, toch, yeah. Maar. Yeah. Kan je ons vertellen, zeg maar, hoe jij bent begonnen eigenlijk met... muziek. So... Take us back. Romy, Dia, take us back. Oh, shit. Well, het begon eigenlijk allemaal toen ik 4 was. Mijn moeder, die was countryzangeres. Heel wat anders. Wacht even. Hij ging even op tilt. Countryzangeres? Ja. Gruwelijk. Country. Dat was niet echt mijn muziek, to be honest. Nee. Mijn vader was juist meer van Stevie Wonder en de soul en de dergelijke. En ja, meer soul R&B. Ja. En uiteindelijk, op mijn 4e dacht ik, I want to be a singer. Goeie en toen was het Gloria Estefan, Whitney Houston, Mariah Carey. Ja. En daar begon het eigenlijk mee. Tuurlijk. En toen zei mijn moeder gewoon, practice every day. Weet je? Dus dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen. En op mijn 10e begon ik te schrijven. Heeft mama speciale dingen voor jou georganiseerd om jouw skills te ontwikkelen? Want ze zei, practice. Maar ging je zanglessen nemen of zo? Nee, dat ben ik wel toen ik, 11, 12, mm-hmm. Heb ik mijn eerste zanglessen genomen. Oké, dus toen je 10 was, begon je echt met schrijven, zei je? Ja. Maar Nederlandstalig of Engelstalig? Engels, gelijk. Ja, meteen? Ja. Maar je weet, die bepaalde dingen kon je nog niet goed uitspreken, zeker? Nou, het grappige is, ik ging mezelf dus leren door middel van films kijken en dergelijke. Ah. Dus dan ging ik ook, zeg maar, die uitspraak ging ik een beetje oefenen, weet je wel. Dus ik dacht van, oké. Pakte je ook niet soms gewoon echt lines vanuit die film gewoon? En die Ja. Dat deed ik ook. Ja, gruwelijk. Uh-huh. Dus zo heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd. Aha. Ja. Dus, heel dope. En toen ging je zanglessen nemen, zei je? Ja, zanglessen. En dus, weet je nog waar je dat ging doen? Ja, dat was bij een vrouw van de kerk. Aha, dope. I grew up in church. Dope. Hey, er zit nog een grappie van je daar. Die weet je, ook in de kerkkoor heeft hij ook gezeten. Maar daar gaan we zo over praten. Yes. Scherp. Ja, tuurlijk bro. Ja.
ja, kerk is ook wel iets waardoor muziek was gewoon heel belangrijk daar. Yes. Dus het was een vrouw van de kerk en daar heb ik het dus eigenlijk geleerd. En ja, uiteindelijk op mijn 15e begon ik mezelf een beetje te profileren. Mm-hmm. Als artiest zijnde. Toen, ken je nog Soundclick? Ja. Wauw. Dat was de voorganger van SoundCloud. Dus, yes. Dus, en daar had ik allemaal tracks op gezet. En waar had je die opgenomen dan? Nou, mijn neef, die had zeg maar een soort van installatie. En die had gewoon een mic meegenomen. En toen ging dus met hem ging ik gewoon thuis aan de keukentafel. Mm-hmm. Gingen gewoon dingen opnemen, zeg maar. Maar over bestaande tracks, zeg maar? Dus instrumentals? Bestaande van... instrumentals. Ah, okay. Dus ik had bijvoorbeeld een beat van Kammen of zo gebruikt. Juist. Dus toevallig ging ik gisteren terugluisteren. En ken je ook nog Perry Mystique? Perry Mystique, ja toch? Ja, nu. Nou, ja, Fire in the Hole. Distortion, toch? Is nu zijn naam. Ja, nu. Ja. Dus toevallig, gisteren kwam ik een oude track tegen. Toen dacht ik, wow, dit is echt way back. Maar toen begon ik dus al met de naam Jalees. Ik gaf mezelf de naam Jalees. Ah. Want ik wilde een alter ego, eigenlijk. Yes. En dat heeft te maken met traumatische ervaringen. Toen ik 14 was, liep ik weg van huis. Mm-hmm. Waarom liep je weg, mama? Ja, het was... mijn jeugd was heel onstabiel altijd. En toen mijn ouders tot geloof kwamen, toen was ineens alles heel harmonieus. Maar het was ook zo van, niks mag. Alles is occult. Okay. Dus geen wereldse muziek, geen seculiere muziek, zeg maar. Ik mocht geen films kijken, ik mocht niet met bepaalde mensen omgaan. En het werd zo streng ik op een gegeven moment ging rebelleren. Ja, ik ging rebelleren. Want ik dacht van, what's going on? Maar die onstabiliteit, zeg maar, daarvoor, wat was dat? Omschrijf dat eens even. I can be honest about that. Mijn moeder is alcoholist. Mm-hmm. En mijn vader, die he was kind of like a rolling stone. Okay. Hield van vrouwen. Ja. En dat was een soort van vicieuze cirkel steeds. Mm. En toen kerk had ons een soort van gesaved. Gered. Ja. Maar toen werd het en het extreem, zeg maar, meteen. Extreem. Ah. Dus ik had zoiets van, hoe gaan we ineens van onstabiliteit naar dit? Ja. En nu moet ik ineens de regeltjes volgen. Rebellen, ja. Ja, dus ik ging echt rebelleren. En ik was ook getraumatiseerd van alles wat er was gebeurd. Ja, tuurlijk. De ruzies thuis. Weet je, borden vlogen regelmatig door het huis heen. En dat mijn moeder alcoholist was, voor mij was dat normaal. Ja. Ik dacht, er zit een fles naast het bed. Dat is normaal voor mij. Ik wist niet dat werd gezien als een alcoholist. Dus voor mij was het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dus dat heeft mij gebroken eigenlijk. En toen dacht ik, weet je, ik werd vroeger gepest op school. Dus ik had nooit echt... Waarom werd je gepest? Nou, waarom? Funny. Ja. Ik kwam uit een dorp, Broek op Langerijk. Daar ben ik opgegroeid. Hoe heet het? Broek? Broek op Langerijk. Don't ask me why they give Ik weet eens waar het ligt. Waar ligt dat? Alkmaar, you know. Ja? Ja? Vlakbij Alkmaar. Wow. Okay. Ja, heel gewaard. Dus ik groeide daar op. En ja, kids waren allemaal blank. Blauwe ogen, blond haar. Ja. Blond haar, over het algemeen gewoon white kids. En ik ben super geel eigenlijk, maar... Als ik veel in de zon ben, normaal gesproken, ik bedoel, ik heb Aziatisch bloed. Ik heb laatst uitgezocht, ik ben dus kennelijk een hele mix. Wat is die mix dan? Ja. Dus, ik dacht altijd, ik ben Indo-Nederlands. Ja. Nee. DNA-test bleek uit dat... Ik ben Filipijns, Maleis, Indonesisch. Wow. Er zit zelfs Nigeriaans bloed in. Dope. Nice. Noord-Afrikaans bloed. Tuurlijk. Latina. Gruwelijk. Scandinavisch. Engels. Schots. Wels. Iers. In ieder geval, die hele DNA-test ging gewoon helemaal door de war. Gewoon, want ik dacht, wie ben ik? Wie ben ik? Ik was helemaal confused. Ik dacht echt, wat is hier aan de hand? The best of all worlds, zo moet je het zien. Ja, ik ben gewoon Mother Earth. Ja, dus dat, 100% zeker. Ja, toch? En toen op school, ze gingen pesten omdat... Omdat ik er anders uitzag. Ik zag er anders uit. Ik was altijd een beetje vol. Ja. Weet je, dus ik ben nooit de slangste geweest. En now I own it. Weet Tuurlijk. Je? Maar toen was het echt zo van, oh, ik heb een dikke kont. Weet je? Dus, ja. En nu denk ik, nee man. Nee man, perfectly fit. Shirt! Yes! In the building! Act like you know.
Okay, nee, dan. Maar nu is het self-love, weet je. Dus dat. Maar dat was een hele journey. En het grappige is, als ik terug ga kijken naar de teksten die ik toen al schreef, was het ook al zo dat ik het over zelfliefde had. Maar ik begreep het eigenlijk nooit echt, weet je. Want wat is zelfliefde nou eigenlijk? En het is een ongoing journey. Maar ja, omdat ik zo getraumatiseerd was, alles wat ik heb meegemaakt ook... Weet je, jeugdgevangenis heb ik zelfs gezeten. Nee, mama. Kijk hoe lief je bent. Lief? Jij in you don't know me. Oh my god. Ik word wel een beetje bang hoor, als je dat gaat zeggen, man. Oh my god. Nee. Nee, maar gewoon, dus, maar gewoon growth. Dat kwam dus voort uit zeg maar, het rebellen, zeg maar. Ja, ik zat wel civielrechtelijk, dus het was niet strafrechtelijk. Ja. Eigenlijk was het gewoon jeugdzorg die de boel opfokte. Maar toen jeugdzorg fokt altijd de boel op. Nog steeds. Nu is het veilig thuis, ze fokken altijd de boel. Nog steeds, ja. Ja, it's messed up. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ik dus 6 weken in de jeugdgevangenis zou zitten. Ja. Mm-hmm. En uiteindelijk werd dat, ja, dat werden 7 maanden. Dus 7 maanden tussen meiden die overvallen hadden gepleegd, mensen hadden neergestoken, allemaal gekke shit hadden gedaan. Juist. Ik zat daar, weet je. Ja, wat, dus wat ging ik doen? Ik ging, ik had een Discman toen en ik ging allemaal teksten analyseren van Tupac, zo Wu-Tang. Ja, wie niet? Gruwelijk. Wie niet? Gruwelijk, juist. Ja, maar als zangeres zijn, ik vond van oké, ik wil aan mijn flow gaan werken, weet je. Dus, dus ja, daarin heb ik mezelf ook ontwikkeld als songwriter eigenlijk. Door die teksten te analyseren en ook gewoon te zien van hey, hoe die flows eigenlijk tot stand zijn gekomen. Juist. Dus en wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd is dat ik nu best wel veelzijdig ben geworden als songwriter. Juist. Maar ook als ik nu ga terugkijken, was het voor mij gewoon een steun. Vooral Tupac, weet je, dat was gewoon, ja, hij was gewoon voor mij echt. Ja, een soort van god of zo, om het zo maar te zeggen. Dat ik elke keer naar hem luisterde en dat ik dacht van... ik haalde de kracht uit. Ja. Mm-hmm. Ik haalde de kracht uit. En Erica Badu ook. Sowieso, ja man. Je? Ik bedoel... You better call Tyrone. Dus dat. Yes. Dus zeg maar in de jeugddetentie, soort van flow. Daar ben je eigenlijk flows gaan bestuderen van een Tupac, van een Wu-Tang Clan. Yeah. En dat in principe was een kleine bijdrage aan jouw ontwikkeling als zangeres. Als songwriter. Dus als songwriter, ja. Ja, als songwriter en als zangeres, inderdaad. En uiteindelijk, ja, toen, denk ik op mijn 15e, ging ik even, 5 maanden ben ik toen naar een internaat geweest. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik toch weer thuis, omdat mijn ouders zagen van, hey, het gaat weer bergafwaarts. Ja. Want ik kon in het weekend weer even... Ertussenuit krijgen. Ertussenuit. En dan ging ik weer drugs gebruiken, weet je. Oh, mama. En dat zou ik nooit van jou hebben gedacht. Ik weet het. Dus, okay. Maar ja, drugs. Wat is drugs? Softdrugs, weet je. Ja. Ik bedoel... maar ik smokte, ja... Van mijn 17e tot en met mijn 19e... smokte ik 3 jointjes op een dag puur. Mama. Oh my god. Ja. Heel nou, beeld ineens van het. Ja, toch maar. Het had erger gekund. Nou, het was eigenlijk gewoon om alle traumatische ervaringen te vergeten. Want ik bedoel, ja, ik liep weg van huis. Waar kom je terecht? Je komt op straat terecht. Je komt op straat terecht. Of je komt bij mensen thuis terecht die eigenlijk misbruik van je willen maken. Dus het ging van kwaad tot erger. En op mijn 14e ook, daar had je het ook eventjes over voordat we dit gingen opnemen, Unspoken. Yes. Die gaat ook over een verkrachting, over seksueel misbruik. Toen ik 14 was, is dat gebeurd. Mm. Ben ik door 7 jongens gedrogeerd. Nee. Ja. En verkracht. Ja. Nee. Dus, en dat is iets wat mij heeft getekend voor het hele leven eigenlijk. Tuurlijk maar. Ja, dus dat is echt iets wat me heeft gebroken. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik pas dit jaar kan zeggen van... Oké, ik heb het een plekje gegeven. Ja. Ik huil er niet meer om, ik voel niet meer een brok in mijn keel. Ik kan er nu echt over praten. Ja. Dus, en dat heeft te maken, ik heb EMDR-therapie gedaan. Ik weet niet of je weet wat het is. Nee, wat is dat is een afkorting waarvan? Ja, eye motion. En dan weet ik het even niet meer. Okay. Maar in ieder geval, het is een soort van... je wordt een soort van gehypnotiseerd, als het ware. En teruggebracht naar het moment? Ja. En je moet het moment ook tekenen. Ah. Dus het is heel pijnlijk. Ja, het is heel confronterend. Heel pijnlijk en confronterend om te zien. En daarna gaat eigenlijk de psycholoog met een soort van balletje heen en weer.
En een soort van stokje en er zit dan een balletje aan en dan moet je de hele tijd met je ogen gaan volgen. Mm-hmm. En wat ze dan gaat doen is woorden, bijvoorbeeld als het woord verkrachting, die moet je dan achterstevoren spellen. En het is heel pijnlijk, want er komen emoties los. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je het een plekje gaat geven. Dus het gaat archiveren in je hersenen. Juist. En daarnaast op een gegeven moment is het ook zo dat er wordt gevraagd van... wat voor herinnering zou je hiervoor in de plaats willen zetten? Ja. Dus wat als je terug kon gaan in de tijd, wat had je dan anders gedaan? Mm-hmm. En dat is heel confronterend. Want natuurlijk, juist, je kan zeggen van ik sta zo wanneer schieten of zo. Ja, ja. Maar ik had echt zoiets van... eigenlijk was het zo, ik wilde weten, who hurt you? Who hurt you? Dat jij in staat was om zoiets te doen. Te doen, ja. Mm-hmm. Want dat jij iemand anders weer traumatiseert, heeft ook een reden. Dat heeft dat omdat jij zelf shit hebt meegemaakt, ben je nu die klootzak. Die je eigenlijk, weet je, dus... En dat is vaak... ik geloofde nooit in therapie. Ik dacht altijd van, hey, kom op, muziek is mijn therapie. Yes, ja, ja. Dat dacht ja, ik. Dus ik, ja, ik geloofde er nooit in. Mm-hmm. En ik had altijd zoiets van, nee, you gotta train your mindset. En sinds 4 jaar ben ik ook heel erg bezig met de law of attraction en al die dingen. En ik had altijd zoiets als mensen met negatieve dingen kwamen, zei ik, rot op, stil, nu, shh. Dus ja, ja, tuurlijk. Dus you gotta stay focused. En yes. Maar nu zie ik de kracht van therapie is gewoon echt van, je bent op zoek naar jezelf en je bent ook... je gaat alles een plekje geven. Maar dan moet je wel echt een goede psycholoog hebben. Je moet wel een goede psycholoog hebben. Ja, goede therapeut. Ik heb naast een psycholoog had ik ook een holistische therapeut gehad. Mm-hmm. En dat was een hele spirituele journey. Yes. Beautiful though. Ik geloofde eerst niet in al die dingen. Want ja, ik ben dus opgegroeid in de kerk. Dus ik dacht, ja... Ja, ja, toch? Wat kon je me uitleggen? Wat is dit? Kaarten leggen zou ik nog... No, ik ben te nuchter voor dat. En zo. Ja, 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 ja. Maar er kwamen op een gegeven moment wel dingen los en dingen op tafel dat ik dacht, dit kan ze niet weten. En ook tijdens mediteren zag ik bepaalde dingen dat ik dacht, oké, word ik nu gek? Ja. En toen ben ik het gaan verifiëren bij familie en bepaalde dingen klopten. Mm. Dus toen dacht ik, oké, ben ik nu psychic, helderziend of zo? Yes. What's going on? Ja, 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 ja. Maar het is nodig geweest om thuis te komen bij mezelf. En I'm still on my way. Want ik zie nog van, er zijn nog wel een paar dingen waar ik aan moet werken. Maar ik ben er echt bijna. Ik voel echt gewoon nog een paar kilometer. En I'm there. Juist. Mm-hmm. En ja, welk plekje heb jij het kunnen geven? Hoe kan je met welke volwassen blik kan je hier terug naar kijken? Een traumatische jeugd over het algemeen bedoel je ook? Of echt de verkrachting? Juist, zeg maar. Ja. Want ik vraag dat voor degene die kijken, die dat ook hebben meegemaakt. Nou, ik heb dus bijvoorbeeld ook een song geschreven die heet Thank You. Ja. En, ja. En bij Thank You zeg ik eigenlijk van, hoe gek dit ook klinkt, ja, I want to thank you for hurting me and for breaking me. Mm-hmm. Because of all of that, I became stronger. Yes. Dus ja, ik ben je dankbaar dat je, yes, me hebt gebroken, want ik ben nu sterker geworden. En mm-hmm, I turn my mess into a message. Dus in plaats van het... Want wat heel vaak mensen doen, is dat ze het wegstoppen en er niet over praten. En jaren gewoon dat in een kastje stoppen. Juist. En uiteindelijk komt het een keer eruit. Juist. Want en wat gaat gebeuren, is dat je toxic behavior gaat creëren. Oh. Ja man, nu dus, valt er een kwartje bij mij. Maar ga verder. Ja, yeah. So you gotta be careful with that. Ja. Weet je, en dat zie ik gewoon bij heel veel mensen om me heen. Van als jij niet bewust bent... Van wat er allemaal is gebeurd in je traumatische verleden, dan gaat zich dat herhalen als een echo in je leven. So, you gotta take action. En je moet het zelf doen en niet in die slachtofferrol gaan zitten, hoe moeilijk het ook is. Yes, you're hurt. En je mag echt zeggen van, ook teruggaan naar die plek, want uiteindelijk, ik moest ook teruggaan naar dat 14-jarige meisje en zeggen, weet je, I see you, I feel you. Neem mijn hand, ga met me mee. Dit is de toekomst. Hier gaan we naartoe. LA is het doel uiteindelijk, weet je? Yes, dus. Gruwelijk. Ja. Ja, heel erg mooi, man, dat je dit met ons hebt gedeeld. Het is heel erg, heel erg indrukwekkend, maar ook heel erg informatief en nodig om dit te bespreken. Je weet toch? Want je weet, de podcast staat in het teken van verbinden. Mm-hmm. En we proberen elkaar alleen maar te poweren. En ik weet gewoon dat wat jij nu vertelt, dat gewoon mensen nu die kijken en... of een heel goed inlevingsvermogen hebben... of slachtoffers zijn geweest hiervan... Mm. Dat ze hier echt wel wat aan hebben, man. Het is moeilijk. En kijk, weet je, het is... wat gewoon belangrijk is, uiteindelijk om te helen... zelfliefde. Juist.
Zelfliefde is de key. En je moet het ook blijven herhalen. Want het is niet zo van, oké, nu ga ik één keer tegen mezelf praten in de spiegel en we're done. Nee, je moet het echt wel dagelijks doen. Ik praat kapot veel met mezelf gewoon. Soms 15 minuten lang heb ik een heel gesprek met mezelf. I know, it sounds crazy. Nee, maar het is goed. Yeah. Maar het is belangrijk. Zelfreflectie, maar ook gewoon tegen jezelf zeggen that you're worthy of love. That you're worthy of abundance. Yes, weet je? Yes. That you're worthy of success. Yes. En dat laatste was iets wat ik echt mezelf eigenlijk pas afgelopen zondag kwam dat eigenlijk ter sprake ook tijdens een awakening groep met allemaal spirituele dames. Dope. Die zeiden van, tenminste voor mij kwam toen echt een epiphany van, oké, shit, ik hou mezelf tegen. Met succes. Juist. Weet je? Dus, en waarom is dat? En toen moest ik gewoon weer teruggaan naar het meisje van 14. Want het meisje van 14 was gewoon, had tegen zichzelf gezegd nadat het was gebeurd. Ik ben niks meer waard. Dat is letterlijk wat ik heb gezegd. Ik ben niks meer waard. En niemand, maar ook niemand komt in mijn hart. Dus ik heb nooit, mijn hart was gewoon dicht. Ja, man. Dus, Ik haal zoveel, uit wat je zegt. Ja, zeker. Ik ben gewoon, ik ben met je op die journey. In ieder geval, je moet begrijpen dat er heel veel mensen zijn, je weet toch, die heel veel traumatische dingen hebben meegemaakt in hun leven. En dan niet snappen waarom ze de dag van vandaag niet gelukkig zijn. Maar dat komt omdat wat binnenin zit aan trauma, gaat zich uiten in gif. Ja, toxic behavior. En ze zijn alleen maar bezig te vernietigen, te verpesten, op te fokken, te ruïneren. Maar ze hebben het niet door. Ze blijven in die slachtofferrol. Ja. Waar zij denken dat ze in zitten, terwijl ze zijn al inmiddels dader geworden. Diep. Snap je? Ze zijn nou inmiddels al dader geworden. Dus het is heel belangrijk dat ze zelfreflectie gaan doen, eerlijk naar hunzelf gaan zijn en professionele hulp gaan inschakelen. Dat is het, ja. Om dat wat jou belemmert in je hele leven en in je toekomst, je weet toch, te gaan doen overmeesteren, je weet toch? Met begrip en met inzicht en met nieuwe energie en positive vibes. Mm. Ik weet waar je over praat. Ja. Ja, it's important. Nee, het is daar zie ik ook echt mijn kracht in als songwriter en als artiest van. Dat ik juist die traumatische ervaringen eigenlijk, so I turn my mess into a message. Juist. Yeah. Weet je, alle shit waardoor ik heen ben gegaan, die gebruik ik juist weer als lesmateriaal voor andere mensen. Juist, en dat is the way. Dat is de taal die een echte volksartiest spreekt. En daar behoor jij tot toe. Ja, zeker. 100% zeker, zonder twijfel. Appreciate it. Hou je punt, we gaan even springen naar IVA. Yes. wat verdrinken in die oceaan van je vibe van yes. Ik praat veel toch? Nee, dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik luister graag. Ja, dat is niet erg, je weet toch? Maar het is diep. Ja, maar zeker. Man. IVA. Yes. We gaan even naar jou, broski. Oké. Ik herinner me nog 1990, 1991. Metropool, Zaandam, die niffel van mij, Kenny Thompson, komt op als Extraordinary met Vincent Charming, met Clyde, Andy, al die mannen. Fino. Extraordinary, die mannen komen op dansen, pap. En out of the blue komt er opeens een kleine boykie op die podium rennen en die doet gewoon mee, die swingbeat dansie. En dat was jij, bro. Dus dat. Yes, man. Yeah, fuck, man. Bro. Ja, hoe ben je daarin beland eigenlijk, man? Ja, het begon bij Mini Public Show. Ah, Henny dus, Huisman, hè? Ja, man. Dus ik was jaar of 6 of zo, 1986. Juist. En mijn zusters die rapten ook een beetje met LTH. Oh, oké, maar wie zijn je zusters dan? Maureen en Marielle. Maar dat is oldschool, hoor. Ja, man. Ik ben van die era, man. Ja. Dus volgens mij was LL Cool J in Paradiso, volgens mij. Nee, Jaap Edehaal in 87. Ja, zoiets. Uh-huh. En iets nog iets. Maar in ieder geval, daar begon het eigenlijk. Dus ik ging oefenen. En op een gegeven moment hadden we Gregory Abbott, Shake You Down, gekozen. Ja. Om te gaan doen. Uh-huh. Maar we hadden nog geen MP3, WAV-files of wat dan ook. Nee. Gewoon cassettebandje. Dus we hadden die track nodig, maar we moesten die auditie doen. In Aalsmeer. Juist. Dus cassettebandje erin op een gegeven moment. Joop van den Ende toch zat daar in Aalsmeer. Joop toch? Van den Ende, ja. Ja, en toen gingen we opnemen snel. En toen ik kom daar aan bij die auditie.
tape erin, boom. En dan hoorde in het begin, dit is Veronica. Ja. Dat was shit. Dus ik bleef gewoon chill, professioneel. En toen hebben we meegedaan en eindstand alle hele traject gedaan. En toen was ik eerste geworden. Grulle. Dus was eigenlijk de eerste Suriname die eigenlijk eerste was geworden met Gregory Abbott bij de Mini Public Show. Van Henny Huisman, hè? Van Henny Huisman, ja. Dope. Dus zo ging het. Ik ging daar ook nog rappen, weet je, tijdens de omkleed... Ja, toch, in de kleedkamer. Ja, in de kleedkamer. En zo eigenlijk ben ik in contact gekomen met, ja, met mijn neef Vincent. En Kenny was natuurlijk zijn tweemans. Juist. En hun waren toen... Je had artiesten, vocalisten, maar dit waren gewoon dansers. Dansers. Waren gewoon sterren. Ja, 100%. Dus ik kon meeliften als kleine jongen, dus, zo is het een beetje begonnen eigenlijk. Zo hebben ze jou meegenomen en begon je te trainen. Want als ik me goed herinner, trainde jij bij Lucia Martas. Yes, sir. Hey bro, je moet niet denken dat ik niet weet waar ik over praat. Hij weet alles, man. Hij weet alles. Je weet toch, want je ging daar danslessen nemen. Klopt. En op een gegeven moment, Kenny en Vincent, je weet toch, nemen jou mee. Je gaat zeg maar... Toeren eigenlijk, toch? Je gaat veel optreden, want ik zag je daar in Metropool, maar ik weet ook dat je meer... En toen was je echt, je was 6 jaar, toch? Ja, toen was ik acht jaar ongeveer. Ja, zoiets. Nou, is nog steeds jong, is nog steeds, weet je, die leeftijd dat je denkt van wauw, weet je, het is gewoon heel tof als je zo'n klein jongetje op podium ziet, op een heel groot podium. Want het podium moet je vergelijken, zeg maar, met Escape. Oh, ja. Zeg maar, dat was zeg maar Metropool, ongeveer zo'n grote podium, weet je, veel mensen konden erin, weet je. Was echt huge, huge, uitverkocht altijd. Nu staat AH daar, toch? Ja, klopt. Was gruwelijk, man. En op een gegeven moment, maar je weet, Kenny en Vincent waren achtergronddansers ook van King B. Ja. Van Tony Scott en van King B. Ja. En volgens mij hebben ze jou daar ook in meegenomen, toch? Ja. Kan jij nog herinneren, zeg maar, als je je terugneemt naar die tijdsgeest, hoe dat voor jou was? Want je ging toch ook mee... Toeren, zeg maar, dat je af en toe ging optreden als achtergronddanser van King B en met Kenny en Vincent, toch? Mm-hmm. Wat kan jij er nog daarvan herinneren? Want je was gewoon nog jong. Ja, die was... Oh, gruwelijke introductie, man. Respect. Ik zie voor jou. Ja, man, hoe was dat? Dat is gewoon niet te beschrijven, gewoon. Mm. Dat was gewoon een tijd, die tijd heeft mij getekend, gewoon. Ja. New Jack Swing. Die gasten kwamen met platen uit... Andere landen en zo. We kwamen studio, weet je, cruise en zo. Yes. Ze kwamen met platen en dat soort dingetjes, weet je. Van, ik had het nog nooit gehoord. Ik hoorde die dingen gewoon live en het moest per plaat, weet je. Dus ik hoorde nu de swing. Ik dacht van, wow, dit pakte me echt, weet je. Dus vanaf dien gingen we toeren, zeg maar. En overal waar we kwamen, waren hun natuurlijk hot. En ik moest altijd verborgen blijven, zeg maar. Juist. Dus dan als verrassing kom je op het als podium. Als verrassing elke keer. Ja, dus achter de deur of soms kom ik vanuit het podium naar boven geklommen of zo. Ja, juist. Of ze gooiden me gewoon woep. En soms kom ik rappend op, weet je. Gewoon hype, weet je. En, juist. Ja, je weet hoe het ging met je fam ook. Ja. Ze kwam met spatborden en zo, weet je. Ja. Fan dingetjes. En het was echt gekkenhuis. Dus naar België, Duitsland, Nederland, Imperium zelfs. Juist. Overal kwamen we Imperium terecht. Van Rotterdam, hè? Ja. En ik heb ook een tijdje bij Lucia Martens gewoond, zeg maar. Ja? Dus in een penthouse. Hoe heet dat ook weer? Ferdinand Bosstraat? Overtoom, oké. Ja. Dus op een gegeven moment... Wij gaan toeren, dat soort dingen. Maar ik moest ook naar school toe. Ja. Klopt. Maar het ging je niet, omdat je al zo jong was, dat je een beetje ging zweven of zo? Dat je een beetje jezelf een beetje te veel een ster voelde of zo? Dat je niet zoiets had van, ik hoef niet naar school, man. Ik treed elk weekend op, ik krijg mijn money. Je weet toch, dus... Want ja, je verdiende gewoon al geld, hè, bro? Ik maak dan money, ja. Weet je nog een beetje wat voor money je pakte? Laten we zeggen, als je 8 jaar bent, is het echt dikke money gewoon. Ja, ik kon gewoon mijn moeder helpen, weet je, met dingetjes en zo. Kijk, hun maakten natuurlijk dikker, maar ze waren ook 18, 19 jaar, weet je. Ook young boys. En ze kwamen met pakketjes en zo. In ieder geval... pakketjes met geld en zo. Dus ik kreeg gewoon money en ik kon er gewoon dingen mee doen. En op een gegeven moment was je wel op jezelf, weet je. Maar ging je school er niet onder lijden? Ook, ja. Mijn vader was overleden toen ik 2 was. Ah, oké, man. En die zat... Gecondoleerd. Ja, die kende ook al die mensen en zo, blablabla. Dus ik had geen guidance... Maar wel guidance voor mijn zusters en mijn moeder. Dus ik had wel een beetje een richtlijn. Maar op een gegeven moment, wat je al zegt, weet je. Kijk, op een gegeven moment dan... Je pakte de tram veel. Ik ging ook achter de tram hangen en dat soort dingetjes. En op een gegeven moment zat ik in de tram. En dan kom je veel
boys uit van West of Bijlmer tegen of wat dan ook, yes, in de metro. En hé, jij bent die kleine boy van dit en dat. En op een gegeven moment toen had ik dat door, weet je. Toen kreeg ik dat door. Dacht van, hé, dit voelt lekker, weet je. Ik ben best wel de man eigenlijk. Snap je bedoel? En op een gegeven moment dan had je een optreden op zondag of zo. En dan ging je een show doen in België of wat dan ook. En die boys hebben fun. Hun zijn wat ouder, dus hun kunnen gewoon fun hebben. En op een gegeven moment kom je terug. En dan merk je dat het pas maandag, dat het al maandag is, weet je. En 11 uur 's ochtends. Maar eigenlijk moet je om 8:30 op school zijn. Op school zijn, ja. Dus nou, dat soort dingen maak ik dan mee, weet je. En op een gegeven moment dan... ik woonde toen in Bovenkarspel. Dat is een boerendorp helemaal erachter. Juist. En toen op een gegeven moment ging ik naar Amsterdam op school, weet je. Juist. En ja, dat traject ging gewoon door. Dus ik deed dingen voor Endemol. Mm-hmm. Of Joop van Ende toen de tijd. Veel shows. Mm-hmm. En met Extraordinary deed ik shows. Ik heb hun zelfs gelinkt aan Lucia Martas. Juist. Zodat hun ook shows konden doen en dat soort dingen. Juist. Dus we waren echt een eenheid, weet je. Broeders onder elkaar. En mijn broertje, Auki, Sergio, deed ook mee. Mm-hmm. En zo gingen we gewoon toeren eigenlijk. En op een gegeven moment... weet je, gaat het weer een soort van downhill, een soort van King B gaat een beetje weg, weet je, het gaat een beetje voorbij. Maar wat ben jij daarna gaan doen? Volgens mij ben jij toen danslessen gaan geven of zo? Klopt, ja. Toen op jonge leeftijd begon ik al danslessen te geven. Mm-hmm. Vanaf 12 jaar of zo, weet je. Begon ik danslessen te geven, dus door het land heen. En toen was ik 12, dan ga je net nog, ben je net nog geen brugpieper, weet je? Nee, nee. En toen ging je ik ging altijd met grotere gasten om. Ja, ja, ja. Oudere gasten, dus dan... Mm-hmm. Ik kon ze allemaal, dus ik dacht al wat verder. Dus op een gegeven moment, mensen van Horizon, weet je? Ja, die gast, Horizon College, weet je? Ja. Waar is dat, in Horen? Nee, je hebt middelbare beroepsonderwijs. Alkmaar is dat. Ja, Alkmaar. Ja, Alkmaar hier gewaard. Ah, ja. Hier gewaard. Je kent het, ja. Toch? Ja. Oh, gruwelijk. Ja, gruwelijk, ja. Dus zo, net iets als ROC, toch zoiets? Ja, dat is dus, het. Dus, maar dat waren grote gasten. Het begon gewoon leuk. Van, wil je een keer een les geven bij ons op school? Ja, en het ja. waren gasten van 18, 19. Dus ik keek daar wel naar op. Ik dacht van, wat? Serieus? Van mij? Dus zo begon het eigenlijk. Dus we gingen toen, ik ging lessen geven. Het begon eerst in Horen, weet je. Horen. Toen ging het Leiden, Den Haag. En zo ging ik gewoon door het land heen. Dus je gaf al op jonge leeftijd al workshops gewoon met dansen, zeg maar. Eigenlijk. Ja, seminars, dansseminars en zo. En in New Jack Swingstyle en hip-hop. Ja, want je had dan een cv'tje opgebouwd natuurlijk. Ja. Met Kenny en Vincent en Snap die hele je? King B Tory daar. En Electric Boogie natuurlijk, dat deed ik ook al vanaf jongs af aan. Ja, tuurlijk man. Dus tuurlijk, zo begonnen man. We gewoon te representen. Dat was eigenlijk hip-hop, maar eerst was het mooiste woordje was streetdance. Ja. Ik hield van het woordje, maar op een gegeven moment werd streetdance te commercieel. Yes. Ja. Dus toen noemde ik het hip-hop, maar streetdance is wel een gruwelijke naam, want we gingen op straat dansen. Je weet, elke koopavond. Ja. Nice. Weet dat je, was die tijd toen. Ja man, en toen breken met al die boys, weet je, ook van Rotterdam, Amsterdam. Juist. En hoe ging je zeg maar van het dansen naar zingen? Want je ging eerst rappen, ja. Maar toen had je zoiets van, nee, ik ben niet echt helemaal, jij toch on point met die rap. Ja. Het zingen ging je makkelijker af, begreep ja. ik. Ja. Toen ben je gaan zingen, hoe ben je eigenlijk van dansen naar zingen gegaan? Want net als Romy, je weet toch iets met de kerk, er was iets met een koor of zo waar je in werd opgenomen, waarmee je ging toeren ook. Ja. Vertel maar bro. Want ik zit jouw verhaal te vertellen hier, man. Ik zit jouw verhaal te vertellen, man. Hij bent beter dan ik, man. Maar dus dat was een beetje een overgang, weet je, van rap. Dus in West zat ik te rappen met die gasten en zo. En ja, iedereen heeft zijn leven. Welke gasten? Die gasten en zo. Welke gasten? Noem namen. geef love, geef shout-outs. Ja, sommige kan ik geen shout-out geven. Oh, oké. Maar in ieder geval Soutkensgracht, Suikerplein, weet je. Yes. Dat soort hoeken en zo. Oké. Dus zo kwam een beetje in aanraking met dat soort gasten. Yes. Dus ik begon te rappen. En toen, ik ging met mijn zus wonen, weet je. En toen, mijn moeder kwam toen hier naartoe, naar Amsterdam toe. Mm-hmm. Om even te kijken van, wat is mijn zoon aan het doen? Mm-hmm. Dus ze ziet me daar met een bandana en dat soort dingetjes. Dus ik was de weg kwijt een beetje. Dus zij zegt van, hoe is het met dansen, dat soort dingen, bla bla. Dus ik zei, ik ga het weer oppakken, weet je. Dus dansen, bla bla bla. En toen rappen, boom, boom. En toen kwam ik met andere jongens in aanraking. Had ik voor het eerst één biertje gedronken. Dus toen was ik een beetje aangeschoten. Hoe oud was je dan? 16 toen. Ah, oké. En toen begon ik gewoon te zingen, weet je. Dus al die boys van het rappen, gangster dingen, bla bla bla. En
Dat soort dingetjes. En ik begon opeens te zingen, weet je. En toen iedereen was stil, dacht van, hey, dat klonk gruwelijk, man. Dus het was niet stoer om te gaan zingen, weet je. Juist. Dus zodoende ben ik gaan zingen, weet je. Toen ik had de smaak te pakken, weet je. Dus ik heb een cd gekocht van Stevie Wonder. Juist. Zo'n blauwe cd'tje. Met The Greatest Hits. Oh, The Greatest Hits. Ik wist dat mijn vader fan was. Dus hij maakte muziek, maar hij was ook fan van Stevie Wonder en André van Duin. Maar wacht even, papa. Voordat we verder gaan over deze story. Hè. Je zegt van, je bent bij je zus gaan wonen. Mama kan me opzoeken. Waardoor ging jij überhaupt bij je zus wonen? Want je slaat gewoon heel veel tories over die. Maar ga je precies dat trekken daar waar ik je wil hebben? Waarom? Was je lastig zeker als dat je jonger was? Hè? Dat mama zei van... Ivan de verschrikkelijke. Ja, zie je? Van, luister, je moet even... Want ik wil moe van jou. Wat is er gebeurd, bro? Je komt in een bepaalde scene terecht met dansen en muziek en zo. Dus je steeg naar je hoofd, je ging stoer doen. Je komt veel mensen tegen, dus je bent dan op jezelf, weet je. Dus op een gegeven moment weet je het allemaal wel. Je denkt dat je het allemaal weet. Je hebt het allemaal wel gezien en je verdient je geld. En je denkt van, ik weet hoe het werkt. Ja. Snap je? Ja, dus dat ik mezelf aangeleerd. Dus mijn confidence was wel daar. Maar soms kom ik ook wel eens een tante tegen op jonge leeftijd. Mm-hmm. Met mijn rugtas. En de laatste trein ging richting Boven Karspel. Die kant op. Mm-hmm. En ik liep richting Dam. Ja. Dus weet je, dus een tante ziet mij en denkt van, zijn allebei overleden, RIP. Ja. Die zegt van, zei je dat, ja? Pak me bij mijn oor, boom, en dan moest ik daar sribi en blijven slapen, weet je, bla bla. En zo is een beetje dat gegaan, weet je. Mijn zusters waren ook vrij op hunzelf, op jonge leeftijd. Dus. Ja. En mijn zus, dat was mijn grootste fan, mijn oudste zus. Dus die lacht om alles, ook al was het puf. Ja. Ze lachten zich helemaal stuk. Ja. Dat soort dingen, taart bewaren, dat soort dingen, dus... Dus zo bleef je een beetje aan jezelf denken. Van, je moet ook aan jezelf denken, weet je. Mm-hmm. Dus ja, in het kort verteld. Hè? Ja, want mama, volgens mij mama had veel hoofdpijn aan je. Ja, veel hoofdpijn, ja. Wat voor hoofdpijn heb je mama gegeven, G? Op een gegeven moment maak je je zorgen natuurlijk van, waar is mijn zoon, weet je. Kijk, als je gaat optreden, dat is anders. Ja. Maar er waren ook tijden op jongere leeftijd dat je gewoon metropool, dat ik gewoon daar naartoe ging en gewoon streek had. Ik had gewoon een tas mee en dan ging ik gewoon daar naartoe. Alsof je moest optreden. Alsof ik moest optreden. Terwijl je kwam gewoon om te chillen. Ik kwam gewoon om te chillen. Ze zien die bodyguards. Oké, bom. Dus ik werd ook nog begeleid. Mijn zussen gingen mee, want voor hun was het de vis aan natuurlijk. En ik denk van, wat? Dus je oudere zuster gebruikte jou als teamboy om binnen te komen in Metropool. Snap je? Zodat ze konden chillen. Een dikke visser. En jij viel in slaap achter backstage. Ik ging gewoon achter. En af en toe dan, als iemand vroeg, ja, gaat het lekker hier? Ja, boem, boem. Ik kreeg een beetje drinken, bla, bla. En ik had plezier achter, weet je. En op een gegeven moment dan ging ik wel eens gewoon freestylen op stage, weet je. Gewoon even gek doen. Juist. Maar dat waren die leuke tijden, je weet zelf. Juist, ik was daar. Ja. Nu, zeg maar, je gaat zingen, toch? Ja. Dat ik wil over dat je gaat beginnen te zingen, zeg maar. Ja. Hoe ben je vanaf dat je na dat beatje, dat je eventjes ging freestylen, dat mensen zeiden van, ja man, dope man. Ja. Je moet je zeg maar vaker doen, moet je meer in gaan verdiepen. Wat ben je toen gaan ondernemen om jouw zangskills, zeg maar, te gaan ontwikkelen en om te denken van jezelf, oké, dit is wat ik wil gaan doen. Ja, ik ben toen, vroeger zaten we in de kerk dan. En Ernesto, zijn vader, RIP. Je bedoelt Ernesto Host. Kijk, je moet Ernesto. Die mensen vertellen, maar ja, Ernesto Host. Shout-out naar Ernesto Host. Is een niveau van IVA. En dat was mijn vroegere leraar bij je voor. Samen met Ivan Hippolyte. Ja. Een niveau. Ja, man. Dus hij deed toen, hij begeleidde veel mensen, zeg maar. En toen die tijd had je een kerk. En ze waren actief daar. Dus ik ging daar naartoe, bla bla. En zo kom ik in aanraking met zingen. Maar waarom ging je naar die kerk toe überhaupt? Je wou je leven beteren. Ja. Ja, toch? Je slaat steeds. Je springt. Je moet rustig praten. Ja, mijn moeder ging er altijd naartoe. Aha. En mijn zusters en mijn familie en familiehost en noem maar op. Juist. Dus ik moest in het begin sowieso gewoon mee. Ja. Dus olie, shining, alles op mijn hoofd en al die dingen. Ja, glimworm. Ja, glimworm. En daar naartoe. En was altijd leuk, weet je. En altijd... zorgzaam en warm. Mm-hmm. Dus dit vind ik lekker, weet je. Ja, voelt dus heb goed. Voelt goed. Dus heb ik een paar diensten zelf georganiseerd. Voor de jongeren dan. Die misschien niet zo dachten. Dus. En zo is het een beetje ontstaan. En toen kwam ik in Arken met gospel. En gospel geeft me altijd een gevoel, weet je. Yes. Maar ik zei in welke stase je bent of stage je bent in je leven. Maar als je gospel hoort... Dan ga je toch even nadenken, weet je. Dan denk je van,
het klinkt lekker, het grijpt je, weet je. Yes. Maar niet zet of je moslim bent of christen of wat dan ook, het grijpt je gewoon. Gospel. Dus toen ben ik auditie gaan doen voor een tour, weet je. Black Celebration heette het, The Young Messiah. Mm-hmm. En kwam een gast uit Amerika, weet je, theater, musical directors en Mabel, de director van Oprah Winfrey en Reda Hughes, de vocal coach van Whitney Houston. Dus je had veel kunnen leren op dat moment, weet je. Dus ik was altijd aan het absorberen. Ik ging nooit vragen, mag ik iets van je leren? Ik ging gewoon absorberen, gewoon kijken en moven. En wat ik je dan wil vragen, ging je zeg maar je talenten proberen te ontwikkelen omdat de kerk die mogelijkheden bood? Of ging je zeg maar de onderbouwing van het geloof gebruiken om dat weer te doen, uitdragen via de muziek? In het begin wel, ja. Want het was echt een touchy feeling, weet je. Van oké, het is nu of nooit. Juist. Erop of eronder. Dus of je gaat, zo zat ik te praten dan, weet je, in mezelf ook. Je had hier de duivel, die zat dichtbij, en een engel. Weet je, en op dat moment moet je een keuze gaan maken. En dan denk je van, oké, nee, ik ga all out. Weet je, gewoon helemaal zwart en dan zien we wel waar het eindigt. Yes. En dacht van nee, toen kreeg ik toch die feeling, weet je. Wat was die drijfveer om zeg maar te kiezen van, hey, ik wil kiezen voor het goede en ik wil dit uiten via muziek? Ja, omdat ik toch, ik voelde me toch verantwoordelijk, weet je. Voor neefjes en zo. En ik dacht van nee, dat kan ik niet maken, weet je. Dus, en ik keek ook naar Ernesto natuurlijk. Ja, die was natuurlijk K1, dit en dat, grote neef, broer, weet je. Dus ik dacht van, nou, deze man doet ook niets, doet ook geen slechte dingen, weet je. Dus het is niet nodig, je weet toch? Juist. Zo is het een beetje ontstaan. En toen, vanaf dien dacht ik van, nou, weet je. In onze omgeving glorifyen we altijd het slechte natuurlijk. Maar het goede glorifyen is natuurlijk nieuw. En dat is wat ik wilde doen. Juist. Dus zo bracht ik iedereen met elkaar, weet je. En ja, en sindsdien, Stevie Wonder heeft ook mijn ogen geopend. Ja? Ja, met al die liedjes van hem. En zeg maar, toen je in die gospel, zeg maar, stroming, zeg maar, terechtkwam, hoe zag dat eruit? Wat was je toen gaan doen? Je was op een tour gegaan of zo, toch? Ja, ja. Ja, we gingen theatertour. Mm-hmm. En door alle theaters door het hele land. Mm-hmm. Gingen we gewoon toeren en ja, het was echt een blessing, man. En dat heeft zeg maar een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling die je toch voor zeker, jou... Zeker, die ik nodig had. Die je nodig had om een wat stabielere zangartiest te zijn. Zeker, zeker. Toen dacht ik echt van ja, zingen is mijn ding. Juist. En dat gaat me ook redden in het leven. Dus wat er ook gebeurt, gewoon zingen en dan komt het goed. Juist. Dat is mijn gevoel geweest. Ah, oké. En dan op dat moment sta je zeg maar een soort van een T-splitsing. En dan kan je opeens zeg maar die kant op van oké, nu ga ik het meer professionaliseren. Daar gaan we straks verder over praten, bro. Kaboom. Ja, je bent gruwelijk, man. Roby, we zijn er weer, mama. Ja, man. Yes. We waren geëindigd bij jou. Ook, zeg maar, dat je op een gegeven moment alles hebt voor jezelf hebt kunnen afsluiten. Mm-hmm. En je gaat nu een beetje, nadat je flows hebt bestudeerd van een Wu-Tang. Hoor niks meer, oh shit. Hoor je het? Ja, nu hoor ik iets volgens mij met Kan. Ja? Ja. Oké, en weet je, je hebt Tupac bestudeerd, zeg maar, die flows, een Wu-Tang heb je bestudeerd, je weet toch? Je hebt tracks opgenomen, je weet toch? Over instrumentalen, je weet toch? Waar was dat punt dat je dacht van oké, en nu ga ik het echt professionaliseren, los van die soundclick, daarna, hoe ga ik het professionaliseren en hoe zag jouw journey er toen uit? Nou, wat dus eigenlijk gebeurde, vanaf mijn 17e, toen kwam ik terecht bij Giorgio Tuinvoort. Juist, Giorgio Tuinvoort, man. Salute in the building. Ja, yes. Ja. En Giorgio, die had mij toen uitgenodigd in de studio, via Beat Kids nog. Beat Kids, shout-out, sowieso. Ja, man. Ik heb, ik heb allemaal met ze gewerkt wat je wil doen. Dus die nodigde mij toen uit in de studio. En het grappige was, ik kwam dus helemaal van... Beat Kids belde mij. Volgens mij was het Jihad toen de tijd. En ja. En zegt, Romy, je moet nu komen naar de studio. Zo snel mogelijk. Dus ik vanuit dat dorp.
broek op Lange Dijk, snel de trein gepakt. Ja. En ik kom daar in die studio aan en ik begin daar in die booth begin ik te zingen. En George zei op een gegeven moment dat hij had iets geschreven en hij zegt, wil je dit nazingen? Dus, okay. Dus ik ging heel voorzichtig binnen de lijntjes ging zingen. En hij zei, wat is dit voor kattengejank? Zo, ben je... Maar ik werd boos, want ik dacht echt bij mezelf van, wacht even. Dus ik kom helemaal vanuit Broek op Lange Dijk hier naartoe om te zingen. En je zegt me, dit is kattengejank. Ze zei, doe het nog eens een keer. Maar omdat ik een woede in me had, toen ging ik echt vanuit mijn tenen zingen, zeg maar. Dus ik dacht, okay, is goed. Dus toen zei hij, dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik bedoel. En toen dacht ik, okay. En sindsdien, ja, hij heeft me altijd gecoacht. Hij heeft me altijd, ook met songwriting en dergelijke. En ja, ik ben heel lang zijn protégé geweest. Hij heeft echt heel veel voor mij betekend. Ja. Dus ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor. Okay. En hij is een beetje als een soort van grote broer eigenlijk altijd voor me geweest. En zo kwam ik terecht toen op tracks van Lange Frans en Baas B. Negative. Juist. Welke songs heb je ingezongen van hun? Nou, Lange Frans en Baas B was het land van, zit ik op een paar, ja, gewoon een paar adlibs, zeg maar. Want ik wilde niet Nederlandstalig doen. Ik dacht, nee, ik doe Engels, blijf gewoon Engels doen. Ja, nee, dat is not my thing. Ja, dat probleem had ik ook. Ja, Giorgio probeerde me de hele tijd te zeggen, Romy, doe dit, want dan heb je een grote platform en daarna kan je doen wat je wilt. Mm. Nou ja. Ik wilde gewoon echt niet. Ik had zoiets van, nee. Mijn gevoel zegt, mijn intuïtie zegt mij altijd, nee, ik moet dicht bij mezelf blijven. Ja. Dus, gruwelijk. Dus je hebt Land van, heb je gedaan? Ja, Land van. Venus en Mars. Aha. Ja, heb ik gedaan. Negative ook. Onbreekbaar. Ja. En dingen gedaan. Dus ja, het is wel grappig, want ik zat dus een paar dagen geleden zat ik naar die video. Gisteren zat ik nog naar een videoclip te kijken. Was ik met een vrouwelijke producer. En die zei van, hoe lang ben je eigenlijk bezig? Ik zeg, vroeger heette ik Jalise. Ze zei, Jalise, ja. Dus ik liet haar dus al die songs zien en ook dus die dingen gedaan. En ik wilde niet in die clip, want ik vond mezelf altijd te dik. Kan je nagaan. Het is echt, als ik er nu over nadenk, denk ik, come on, Romy. Toen was ik veel skinnier dan nu, maar goed. Ja, ja, ja. Maar die zelfliefde was nog niet daar. Was nog niet daar. Maar goed, zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold in die Nederlandse scene eigenlijk. En toen werd ik op mijn 19e moeder. Gruwelijk. Ja, dat heeft mijn leven veranderd. Ik moet wel zeggen, mijn leven stond echt helemaal op zijn kop. Want ik dacht van, okay, ik ben 19, ik ben zelf nog een kind. En ik kom uit allemaal traumatische situaties. Juist. Hoe de fuck ga ik überhaupt een kind opvoeden? Ik was ook 19 toen ik vader werd. Echt? Ja, man. Wow. Ja, man, bro. Ja. Young parents. Maar ga verder, man. It ain't about me. Ga verder, mama. Dus je was 19, je werd mama. Ja, en dit was dus mijn ding. Was het... Okay, ik ga niet zeggen, was het gepland, maar... Het was... Niet gepland, maar wel gewenst. Maar wel gewenst. Het kwam wel uit liefde, hè? Het kwam uit liefde. Gruulig. Het kwam uit liefde. Ik ben uiteindelijk toch 12 jaar met de vader van mijn kids gebleven. Juist. Eventually didn't work out. En dat heeft gewoon te maken met dat we allebei onze toekomst gewoon anders zagen. Dus en dat heeft ook te maken met muziek. Dat was voor hem toch... het is een lastige business. Want je moet gewoon continu risico's nemen en... Ja, als ik kan niet zeggen, okay, schat, ik ben om 6 uur thuis. Nee, dus, I don't know, creativiteit. Soms kan het gewoon langer duren. Sowieso als man zijnde toch, wil je wel een beetje controle hebben, gevoelsmatig, de over meeste je vrouw. Mannen. De meeste mannen. Ja, van, maar schat, je zei toch dat je, weet je, snap je, of hoe laat ga je komen? En ik denk dat het te maken heeft met een stukje niet begrijpen hoe het in elkaar steekt. En dan daarom je... een beetje machteloos voelt. En dan een beetje... dat gaat dan knagen aan je mannelijkheid. Ja. Dat je dan niet weet van wat er gebeurt... met wie ze is, hoe ze gaat reageren... op bepaalde mensen, in bepaalde situaties. Mm-hmm. Het is lastig voor veel mannen. Het is ik denk, ik denk niet dat het lastig is voor mannen... bestempelen. Zomaar van lastig. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat misschien die samenspraak niet helemaal goed is. Waardoor hij of zij
niet goed van elkaar op de hoogte is. Mm. Waar men mee bezig is. En wat hoe jij je opstelt in bepaalde situaties. Nou, je weet was, toch? Het was met name financieel, hè? Wel dat gewoon die risico's nemen, weet je. En dan had hij zoiets van, ben je gek? Dit kunnen we nu niet doen, weet je wel? Ja, ja, zo. En dan had ik zoiets van, nee, maar ik moet nu, want ik moet zichtbaarheid creëren. Dus, ja, 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 dus, ja, 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 ja. En hij had gewoon op een gegeven moment zoiets van, ik kan dit niet meer. En, dus het was nou, alleen maar financiële kwestie? Of niet van onzeker zijn dat je in de studio zit met bepaalde... Nee, dat viel wel mee, hoor. Dat viel wel mee. Okay, dope. Dat viel wel mee. Hij was wel zelfverzekerde. Dope. Guy. Nice. Dus wat dat betreft, he's doing a great job. Ook als vader zijnde. Dus, het was gewoon van... Hij had gewoon een andere toekomst voor ogen. Ja. Ik ben daarnaast ook jurist. Ja, want je ging rechten studeren, hè, mama? Ik zag die foto's nog een beetje hoedje. Ja. Ja. Ja, dat was eigenlijk het plan van mijn ex-schoonouders. Die hadden zoiets van... Weet je hebt een plan B nodig, naast muziek. Ja. So, ik ben hbo-rechten gaan doen. Gruwelijk. En dat was... Wat zeg je? Dat is plan A. Kijk, de liefde voor de muziek, weet je, die neemt de overhand toch? Dus, maar ze hebben deze als backup gewoon. Kijk, dus, weet je, fast forward, even snel. Wat het uiteindelijk heeft gedaan is dat ik toen dus... in 2017 was ik afgestudeerd. Mm-hmm. En toen ging ik werken bij gemeente Amsterdam. Ex-schoonfamilie was super blij. Die had zoiets van, hey, kijk hier, je hebt gewoon je papiertje. En weet je, mijn ex-schoonmoeder ook tegen iedereen, ja, mijn schoondochter is jurist. Advocaat. Ja. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is die titel natuurlijk. Weet je, dokter, advocaat, wat heb je allemaal? Aatjes en zo, accountant, whatever. Al die dingen zijn heel interessant natuurlijk. Ja. Dus tenminste, aatjes noem je dat toch? Dus ja. Arts, advocaat, accountant. Dat zijn allemaal interessante beroepen. Juist. Dus en I get it. Ik snap het. Want zo zijn we in de maatschappij opgegroeid. En ik snap het helemaal. Maar ik ben altijd een dromer geweest. Ik was altijd die dromer. En wat er toen gebeurde was... Ik werd toen gebeld door Giorgio. Ik werkte daar net 2 maanden. Mm-hmm. En toen werd ik gebeld door Giorgio. En mensen begrijpen niet... Giorgio is eigenlijk een hele grote producer eigenlijk. Hè? Go and Google him. Ga maar googlen, dan ga je zien. Hij heeft remixes gedaan voor Michael Jackson nog. Madonna volgens mij ook. Zoveel. Hij heeft zoveel voor Akon. Hij heeft zoveel gedaan, man. Je weet ik wil hem graag een keertje hier aan tafel hebben. Ja, hij is geweldig. Echt. dus hij heeft niet, heel veel veranderd. Dus het is niet zomaar een producer die haar ging bellen om te vragen... Hey, wil je even komen? Het is echt de producer gewoon. Van als hij belt, dan weet ik ook van oké, het is echt... It's on and popping now. Ja. Dus, maar van Giorgio kreeg ik wel vaker demo's van Rihanna, van Sia en dan ook wel eens Bibi Rexha, weet je wel. En dan was het, probeer jij het ook even. Dan was het een track met David Guetta en dan ging ik het inzingen. En dan zei hij, ja, we gaan toch voor Rihanna. We gaan toch voor Sia. We gaan toch voor Bibi. And I get it, want het zijn grotere namen. En het zijn echt, ze staan als artiest, weet je wel. Dus... Ja. Ik had eigenlijk de hoop opgegeven toen ik bij gemeente Amsterdam werkte. Dacht ik, nou, dit gaat hem niet meer worden. Ik had ook ik was ook bezig met mijn eigen muziekschool. Want ik ben altijd van jongs af aan altijd ondernemer geweest. Ik bedoel, ik leefde op straat. Je moet surviven. Dus weet je, je gaat bepaalde dingen doen. Dus ondernemerschap zat er al heel jong in bij mij. En dus had ik dus die muziekschool opgezet. En ik dacht, weet je, dat is... uiteindelijk wil ik ander talent gewoon ontwikkelen. En ik had al helemaal plan van... Ik ga een franchise opzetten en zo. En dan gaan meer mensen, weet je. Ik was altijd vooruit aan het denken. Altijd groot aan het dromen. Tuurlijk. Een dream chaser. Groot aan het denken. Think big and get big. En eventually... Dus ik ging toen... Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon naar de studio. En Giorgio zei... Ja, Giorgio zei ook tegen mij, luister... Het is een track met Martin Garrix en David Guetta. En ik denk dat jij dit kan killen. En ik dacht, weet je... ik ben niet... I'm not a saint, but I do believe in God. Dus ik zei, oké, God, luister. Hij is gewoon mijn homie. Ik praat ook gewoon zo tegen hem van... Yo, homie, luister dan. Dus, dus ik zeg, oké, luister. U wilt dat ik muziek ga maken? Geef me dan een teken. Geef me dan een teken, want ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer welke kant ik op moet. En... toen ik denk
Twee maanden later hadden mijn ouders me meegenomen naar een musical van Gloria Estefan. En ik heb echt een scheidhekel aan musicals. Want ik heb zoiets van, wat ga je doen? Ga je acteren of ga je zingen? What are you gonna do? Ja, 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 ja. Hou gewoon op. En dan nog die dansjes erbij. Ik dacht, hou op. Doe gewoon één ding. Ja, ja. Maar ik vond het geweldig. En dat had te maken met Gloria Estefan. Wat ik al van begin af aan vertelde. Zij was mijn voorbeeld, weet je. Yes. Ik ging vroeger altijd die weet je wel, dat ging ik dan meezingen. Dus ik dacht, ja, weet je, zij is mijn voorbeeld. En toen was ze dus, ging ze toeren. In die musical ging ze toeren. En toen kreeg ik een soort van traantjes in mijn ogen. En ik weet nog dat mijn, dus de vader van mijn kinderen, mijn ex, die zat naast mij. En ik dacht, nee, ik moet me groot houden. Hij moet niet zien dat ik huil. Nee, ik ga niet huilen. Dus ik zat echt zo... Ik heb iets in mijn ogen. Ja. En uiteindelijk, die avond belde Giorgio. Want op dat moment, zeg maar, toen ik zag van... Hé, ze is aan het toeren. Dat is eigenlijk mijn droom geweest. Altijd gewoon de hele wereld over toeren. Dat mensen mijn stem horen over de hele wereld. En toen werd ik dus gebeld door Giorgio. En Giorgio zegt van, ja, jij bent het. Het is jouw stem geworden. En toen dacht ik, nee, dit kan niet. En dat heeft alles voor mij veranderd. Super. Maar dat echt, wat ben je toen gaan doen allemaal, mama? Welke tracks begon je allemaal toen op te nemen? Ik zei het je al voor de opname. Gisteren voor het eerst... Ging je luisteren, ging ik naar jou kijken. Ik zag je wel eens voorbij komen op Instagram, je weet toch? En dan zag ik, dope. Maar ik had nooit echt de tijd genomen, nog. Maar dat komt gewoon door mijn hectische leven. Om er rustig even voor te zitten. Om even te kijken van, wat doe je nou eigenlijk? Mm. En ik had je eigenlijk uitgenodigd op grond van die twee dingen die ik had gezien en voorbij had, zag komen. Grappig. Ik zag al meteen van, het is kwaliteit, het is level. En ik wil weten wie ze is, wat ze doet en wat ze heeft gedaan. En ik vind dat de rest die kijkt het ook moet weten. Maar gisteren ging ik echt laid back, gewoon lekker relaxed met mijn kopje thee op de bank. Ja. En toen ging ik eventjes op de YouTube en toen zag ik dingen voorbij komen. En de eerste die ik checkte was die Unconditional. Jij noemt het Parenthood. Parenthood. Ik noem hem gewoon Unconditional. Kan ook, Omdat je dat blijft herhalen, weet je. Ik blijf dat zeggen, ja. Mm. En zeg maar, die story die ik zag, werd ik stil van. Oké, vertel wat je zag. Nou, ik werd stil van het feit dat ik een alleenstaande, independent moeder zag. Mm-hmm. Met twee kinderen. Waar ze zielsveel van houdt. En waar ze er uiterste best voor doet. Om die kinderen en haarzelf een goede toekomst te geven. En het is een plaatje wat we dagelijks heel vaak om ons heen zien. Mm-hmm. Want dat is de drijfveer van veel vrouwen. Mm-hmm. En die struggle, zeg maar. Weet je, waar je dan doorheen moet gaan. En hoe je jezelf flink moet houden. Just to make it happen. Mm-hmm. En ik vond die videoproductie ook gewoon dope. Het klopte gewoon. Yeah. En toen zag ik weer een volgende video, die Thank You. Yeah. En dan zat je in die waggie, toch? Ja. Ik vond dat zo dope om je daar... Een soort LA-vibe, toch? Ik vond het zo dope om je in die waggie te zien. En wat je dan zei van, weet je, dank je dat je me hebt gebroken, want ik ben er sterker uitgekomen en zo. Ja. Yeah. En toen besefte ik mij, of ik realiseerde me, zeg maar, dat je bent... voor in de zang scene een echte zangeres met echte levensverhalen, weet je, die mensen kunnen raken, je weet toch? Omdat ik kijk meestal naar rappers en zo, je weet toch? Denk van, hij is een pannenkoek, hij doet de Tupac naar, hij klinkt als dit, hij klinkt als dat, en er zijn weinig mensen die klinken als hunzelf. Yeah. Ik hoor hun niet als persoon. Authenticiteit. Juist, ik hoor iemand anders rappen als ik hun zie. Snap ik bedoel? Maar dat is niet bij elke rapper zo. Maar ook bij de meeste zangers of zangeressen. Dan hoor je iemand anders, behalve de persoon zelf. Mm. Maar dit keer zag ik iemand die klonk als zichzelf. Mm. Weet je, die in dit geval haar verhaal vertelde. En dat pakte mij. En daardoor raakte ik geïnteresseerd in de persoon die jij bent. En dan zie je dat je meer facetten hebt, meer onderdelen, meer invalshoeken. En dan vertaal je gewoon autobiografische verhalen, zeg maar. Mm-hmm. Of dingen waar je een affiniteit mee hebt. Maar het is nog steeds vanuit jou, weet je. Mm-hmm. En het raakte mij, man.
Ik was heel erg onder de indruk van de kwaliteit en wat je zong, waar het allemaal over ging en hoe je het bracht. En ja, ik wil gewoon tegen jou zeggen van blijf doorgaan, stop niet, stop nooit niet. Omdat ik kan me wel voorstellen dat mensen die, zeg maar, je weet toch, deze songs horen en vallen onder die doelgroep die jij aantrekt, dat hun echt tegen jou kunnen opkijken. Mm. En als we nou even terug gaan kijken naar het gesprek, wat je allemaal hebt aangekaart aan tafel, waar ik je ook nog nogmaals hartelijk voor wil bedanken voor die openheid, dan zijn het gewoon wel echt dingen die je kan vertellen als je pijn hebt overmeesterd, weet je. Want daarom kan je op die manier terug naar blikken, je weet toch? En kan je het delen met de mensen en die kunnen er ook weer kracht uitputten. Ja. Yeah. Dus blijf vooral doorgaan, want ik weet dat je een hele grote doelgroep hebt en potentie die nog veel groter is dan wat je nu hebt bereikt, die zich kunnen vinden in dat wat jij zingt, man. Zeker. Thanks, man. Zeker. Appreciate it. Ja, real talk, man. Ja, man. Wie doet de video's eigenlijk? Ik heb gewerkt met verschillende creative directors. Mm-hmm. Ik vind het wel heel belangrijk om zeg maar die artisticiteit en ook zeg maar authenticiteit ook te laten zien in de video's. Dus bijvoorbeeld de laatste video is met een nieuwe creative director gedaan. Kevin Cruden. Hij maakt, misschien ken je hem ook als danser ook, choreograaf. En hij is dus ook creative director. En ik had zoiets van, wat ik belangrijk vind is, ik wilde ook een beetje teruggaan in de tijd. Want ik ben nu bezig met mijn EP, Grown Woman Season. Ook om juist eigenlijk te omarmen van, hey, okay, I'm getting older. But, you know, ik own it. Ja, ik own it. Tuurlijk. Ik bedoel, gelukkig word ik nog 25 geschat. Maar, you know. Dus dat, ja, toch, wij moeten rijpen toch, om het lekker te laten proeven. But anyway, het was, dus dit nummer, ik vond gewoon van, ik wilde terug naar waar ik vandaan kwam. En ik ben op mijn 10e, ben ik me op een gegeven moment heel erg gaan focussen op jazz. Dus tenminste, toen ging ik naar jazzradio luisteren. Dus Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Art Blakey. Billie Holiday, Sarah Vaughan. Mm-hmm. Weet je, dus het was voor mij echt, dat waren echt wel voorbeelden. En later kwam Erykah Badu erbij en Jill Scott. Juist. Amy Winehouse. Dus wat I can't sleep, I can't eat anymore. Nee, dat is Angie Stone. Oh, gruwelijk. Maar ze is ook dope. Ja, zeker. Ze hoort ook erbij. Absoluut. Ja, toch? Ze hoorden ook erbij. Dus, en Amy Winehouse heb ik met name over het eerste album. Die albums daarna merkte ik gewoon dat ze zichzelf aan het kwijtraken was. Maar wat ik belangrijk vond, van ik wilde terug in de tijd. Dus ook in die video wilde ik teruggaan in de tijd. Ook letterlijk gingen we met een camera van de jaren 60, 70 gingen we filmen. Dus een Super 8 camera. Oh. Dus, en dan heb je 2 minuten 30 of zo per rolletje. Ik wil niet weten wat het kost. Kind of expensive. Ja. Maar het was echt geweldig, omdat je gewoon echt dat oude beeld ziet. Zeg maar, we hebben het ook in mijn huis opgenomen. Het is heel kwetsbaar. Juist. Maar dat vond ik wel belangrijk, weet je wel. Dus, en toch nog dat het er artistiek uitzag. Maar ook wel dat het een verhaal vertelde in ieder geval. Het gevoel ook. Maar hoe zeg maar selecteer jij je director/regisseurs? Want dat wat jij wil overbrengen, daar heb je dus zelf over nagedacht. Dus je bent eigenlijk zelf een klein beetje aan het regisseren. Ja en nee. In a way. Ja, in toch? A way. En dan moet je het gaan vertalen naar iemand die het professioneel kan vertalen in film weer. Naar de cameraman toe. En die dan ook weer zegt wat ik moet doen. Weet je, welke moves ik moet maken. Samen naar de dancer. Ik kan bewegen. Maar snap je? Ik kan niet zo goed als jou dansen. maar hoe ga je... maar hoe ga jij zeg maar dan... Waar vind jij die mensen? Ga je ze googlen of hoe dan? Instagram. Oh, je Instagrammer. Ja. Oké, dus ik zet dan één keer in de zoveel tijd van... Hey, I'm looking for new creatives. En omdat ik ook gewoon... en ik vind het wel belangrijk om loyaal te zijn. Ik had dan op een gegeven moment... met Thank You en Unspoken had ik op een gegeven moment wel een vast team. Maar het kostte... Weet je, dan heb je 14 mensen op een set. Ja, kost geld. It's a lot of money. Ja, ik ga niet zeggen wat ik ben kwijt geweest. Nee. Maar normaal gesproken, weet je, maar nu... A lot of people are watching, so, you know? Ja, I get it. Dus anyway. Maar het was veel geld. En op een gegeven moment... Ja, dat ga je niet steeds kunnen opbrengen als... Nee, tuurlijk niet. Als independent artist. Ik heb geen sponsors, ik doe alles zelf. So, weet je, I'm hustling for my money. Everybody gets paid but you. Yeah. Mm-hmm.
In de eerste instantie, iedereen krijgt betaald. Fotograaf, mensen die de clip moeten doen, stylist, weet ik veel, whatever. En heb jij nog geluk dat je zelf ook nog mixt. Weet je, dus moet je ook nog mensen gaan betalen om je song te mixen, te masteren en alles. Iedereen krijgt allemaal betaald. Nina die doet eigenlijk altijd puntjes op de i zetten. Juist, Nina dus, Music. Nina mixt dit. Nina mixt dit. Oké, dat is het nu. Vroeger was het Nina Music. Ja, klopt. Droeg ze hoofddoek nog. Ja, klopt. Toen, zo heb ik haar gezien voor het eerst. Ja, Nina mixt dit is... dat is ook een ding bij mij. Ik ben heel erg bezig met... noem me een feminist. Weet je, het grappige is dat mensen altijd zeggen... een feminist, een haatje mannen. Nee, ik wil juist equality. Yes, weet je? Ik wil juist dat ik ook... Als ik in de studio kom, dat mensen dan niet komen van... voor wie kom je? Of ben je een groupie? Of weet je, dat soort bullshit. Yeah. Of waar is de producer? I'm like, I'm the producer. Oké, waar is de engineer? I'm the engineer. Precies. Moet je nog even verder. En I get it. Het verandert wel steeds meer. We hebben toen in 2020 hebben we voor het eerst een female riders camp gedaan. Female riders camp. Dope. En sindsdien is die trend doorgaan zetten. En dat was het eerste female riders camp in Nederland. Vet man. Vet. En, goed idee ook. Ja, Sisters in Songwriting. Shout out to them. Weet je, dat ik ben daar ook vanaf begin af aan bij geweest om dat op te zetten. Maar het is zo belangrijk om dat te laten zien. Maar ja, netwerken is toch wel heel belangrijk. Als jij gewoon op zoek bent naar mensen om mee te werken. Dus creative directors, fotografen, stylisten, hairstylists, make-up artists. Weet je, zeg gewoon dat je op zoek bent. En dan komt het vanzelf naar je toe. Yeah. Wat kan je vertellen over de song waarvan ik de video heb gezien, Use You? Usual. Featuring a K1D. Je moet lachen. Kid, nee, dat lachen doet mij al pijn, man. Laat staan over wie het gaat. Het is ook een stukje volwassenheid eigenlijk, weet je. I don't want to use you. Basically waar het om gaat is... Heel vaak als je in low vibrations bent, waar gaan mensen dan naartoe grijpen? Ze gaan grijpen naar drugs, drank of seks. Over het algemeen. Of eten. Kan ook. Weet je. En dat is eigenlijk... Use You gaat er eigenlijk om van... Als je in die low vibration zit... Ga dan niet op Instagram zitten scrollen... Of zitten swipen op Tinder... Omdat je even op zoek bent naar een prooi. Om even snel je ego omhoog te halen. Want wij vrouwen hebben dat ook soms. Weet je. Dat we denken van... Ja, oké. Okay, ik zit op een booty picture. Even kijken wie gaat reageren. Ja, dus... gewoon om je ego omhoog te krikken. En als je dan... uiteindelijk heel veel DM's krijg ik, nee, ik wil dit eigenlijk niet. Ja, weet je? Dat was ook zelfreflectie. Yeah. Weet je, dus voor mij was het zo van, oké, use you. No, I don't want to use you. Als ik in die low vibration zit, wat ik nu gewoon doe, is I'm gonna make music. Of ik ga mediteren. Gewoon mijn rust pakken. Maar maar als jij bijvoorbeeld behoefte hebt om intiem te zijn... Beschouw je dat dan als low vibration? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. No. I want you to get low, maar geen low vibration. Come on. Nee. Maar dit gaat er gewoon om dat je dus daadwerkelijk op zoek bent naar iemand, naar een prooi, zeg maar. Dat je gewoon denkt van, basically, I just want to fuck you. En dat is meestal vanuit mannelijk perspectief heel erg zo. Maar vrouwen hebben dat ook. Weet het beste is toch gewoon een partner gewoon hebben? Gewoon je vaste partner. Tuurlijk, dat is het allerbeste. Ja, dat is het allerbeste. Maar goed, tegenwoordig heb je zoveel verschillende relatievormen. Open relatie en weet ik het allemaal wat. Secondlove.nl. Ja, maar die second love is volgens mij niet echt open relatie. Dat is gewoon stiekem, toch? Volgens ja, stiekem. Mij, ja, je kan beter open zijn. Ja, dan kan je beter open gewoon zijn. Gewoon twee vrouwen hebben of drie vrouwen hebben. En ze weten het van elkaar. Jij toch? Als man zijn, hoor. Ja. Ja, ik weet niet, voor de vrouwen mogen... Ze hebben allemaal nieuwe modellen, allemaal. Maar. Ja, het is... weet je, ik bedoel... Wat belangrijk is sowieso, vind ik, in een relatie... is dat je elkaar vrijheid geeft. En dat je elkaar kan vertrouwen in transparantie. Transparantie, dus, en eerlijkheid, hè? Eerlijkheid. Geen twee gezichten hebben. Nee, wees gewoon eerlijk. Zijn hoe je bent. Precies. Dus eerlijk. En niet ophangen aan iemand anders zijn. Snap je? Ja. Dus ik bedoel, genoeg mensen nu, vooral vrouwen met filtertjes en zo. Je weet niet wat je... Je weet niet waar je naast wakker wordt. Wat is dit? Ik zeg het je eerlijk, hè? Je neus is ineens groter. Je neus wordt kleiner door die Ik zeg je eerlijk, ik kan iemand complimenteren, weet je. Maar ik zou nooit een vrouw kunnen wiepen buiten mijn vrouw om. Want if I like it, I gotta wife it. Omdat ik kan mezelf niet op die level brengen, voor mezelf niet en hoe ik in het leven sta. Ja. Dat ik zeg maar vreemd ga gaan. Ja. Doe ik niet.
Als ik weet van jij bent iemand met wie ik intiem zou kunnen zijn, pause ik dat. Ik kan je misschien complimenteren van shit. Mm-hmm. Maar het stopt precies na die shit. Het stopt echt precies daar. Ja. Pas wanneer ik zie van dat het ernstig zou kunnen worden, dan moet ik gaan overwegen. Ben jij een persoon met wie ik, je weet toch, on a long run, je weet toch nog kan zijn. En als dat het geval is en ik kan het permitteren, financieel en hier in mijn hart, en ik kan het opbrengen hier. Ja. Dan moet ik naar de thuisbasis gaan van, hey, luister dan. Ik heb een vrouw ontmoet, zo smal, zo breed. Mm-hmm. Wat denk je ervan? Ja. Je weet toch gewoon zo, maar ik zou het niet sneaky kunnen doen. Nee. Luxe positie. Nee, maar daar, transparantie en openheid is wel heel erg belangrijk. Kijk, voor mij is het nu, ik zit niet in een relatie, ik heb wel een soort flow. Oh, shout out to my flow. Ja, shout out naar je flow. In the building! Ja, maar we gaan gewoon met de golven mee. We geven elkaar ook echt de ruimte nu op dit moment. Omdat hij weet van, oké, ik ben gefocust op mijn carrière. Hij is gefocust op zijn business en zijn carrière. En we just go with the flow. Ja. Weet je? Maar we geven elkaar wel de vrijheid. Ja. Dus van, alleen je moet wel gewoon open en eerlijk zijn over bepaalde dingen. Dus dat, dat vind ik gewoon belangrijk. Voor mij is het nu, ik zeg niet dat ik niet een relatie wil, maar ik denk, ja, weet je, laten we gewoon kijken hoe het floot. En als het uiteindelijk, als hij uiteindelijk zegt, oké, I want you to be my wifey. Oké, we gaan zien. Ja, maar nou, ik hoop het in ieder geval voor je. Je verdient sowieso gewoon mad love. Je weet toch, en iemand die oprecht van je houdt. Thank you. En dat geldt ook voor jou. Ja, toch? Ik weet niet of je het al hebt, weet je. Maar ik gun het iedereen. Je weet toch? Ja, toch? Het is toch het mooiste. Het is toch het beste ook. Gewoon al die gekke dingen buiten en zo. Nee. Maar wat wel belangrijk is, en daarom ook use you. Weet je, wat het ding is van, jij moet eerst zelf compleet zijn. Als jij zelf compleet bent, dan is het zeg maar een, het is dan geen aanvulling, maar een toevoeging. Juist. Snap je? Maar ik denk dat niemand nooit niet echt voltooid kan zijn. Wel, kijk, het gaat erom dat je dus niet die leegtes gaat zitten opvullen. Van ik heb echt liefde nodig nu op dit moment, want ik voel me leeg. Dat is jouw taak. Het is jouw taak om gelukkig te worden. Dus, en dat is ook waardoor ik nu nog zeg van, I still got some things to figure out myself. Yes. Ik moet nog volledig thuiskomen bij mezelf, dus laten we het gewoon rustig aandoen. Yes. En dan komt het wel, weet je wel. Dus, dat is die message, zeg maar, van Yushu. Ja, weet je, ook gewoon van, I don't want to use you, gewoon even snel. En, want uiteindelijk, you're paying a higher price. Ik denk dat heel veel mensen zich er niet van bewust zijn, dat als jij in low vibrations bent, en je gaat dus ook met iemand die in low vibrations zit, en je gaat seks hebben met zo'n persoon, al die spiritual shit en bagage die je over je heen krijgt, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. You gotta be careful with that. En daarom zeg ik ook van, you're paying a higher price. En ik ben er nog eens van mening dat als het iemand is waar je niet eens mee een relatie hebt, maakt niet uit wat voor high level hij zit. Je bent sowieso in low vibration, want je bent eigenlijk intiem met iemand met wie je niet intiem zou moeten zijn. Yeah. Maar dat is hoe ik vanuit geloof, je weet toch, beredeneer. Yeah, je weet toch? Daarom weet je, make it official, then it's gonna be official. Yeah. Maar zo sta ik erin. En niet iedereen, dus, maar dat respecteer ik ook. Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe iemand spiritueel eigenlijk in het leven staat. Eigenlijk, weet je. Dus als jij... Ik zat toen in een periode dat ik even niet lekker in mijn vel zat. Dus daardoor had ik dat nummer geschreven. En ik wist toen van een guy van... Oké, als hij dichtbij komt, dan gaat het een probleem zijn. I'm gonna use him. En ik had zoiets van, I don't want to use you. Dus ik heb dat ook gewoon zo tegen hem gezegd. Ja. Hij was, I don't mind if you're gonna use me. Maar ik dacht, nee, ik wil dat gewoon echt niet. Nee. Dus, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je zelfreflectie ook gewoon continu, dat je dat blijft doen. En dat je dicht bij jezelf gaat blijven staan. En jezelf blijft ontwikkelen in zelfliefde ook. Juist. Ja. Mm-hmm. Oké, man. IVA. Yes. Ja, man. Kan je erin komen wat Romy vertelt? 100%. Ja. Ze geeft me gewoon les. Oh, echt? Ja, rust. Je krijgt rust in je hoofd. Dus dat is wel goed. Buiten de deur eten of gewoon wifi thuis? Wat prefereer je? Wifi thuis. Ja, toch? Jawel. Je hebt een song ooit geschreven, Kom bij mij. Ja, ja. Wat was die drijfveer, je weet toch, om die song te schrijven? Ja. Ja, goeie vraag. Want je gebruikte volgens mij ook melodielijnen van oude
R&B ja, ja. joints. Ja, klopt. Ik had je meteen door, pik. Ja, klopt. ja, dat was ik had je meteen was, door. Was, voel me vrij. Ja, ja, toch? Zo begon ik, ja. Ja, ja. Ja, dus ja, je volwassenheid komt naar boven, weet je. Ja. En dan krijg je... Ja, vroeger had je een beetje tinteling in je buik of kriebel of weet ik veel, weet je. Je gaat een beetje in die fase. En nu heb je echt liefde nodig. En dat is wat een man nodig heeft, rust. Liefde brengt rust, weet je. Thuiskomen. Ja, thuiskomen. En rust, weet je. Niet iemand die je hoofd moe maakt of druk, maar dat je rust hebt. Dat je weet van, oké, okay, diegene got your back. Dat is eigenlijk een beetje... Kom met mij eigenlijk, zoiets. Ah, gruwelijk, man. Dat gevoel. Oké, dan. We gaan eventjes naar de break. We're gonna have a little smoke break. En dan komen we weer terug bij de motherfucking podcast. De Doofpot. Hey. Huh? Yeah. Met Romy, Dia hey. En Ivy A. In the building! Romy Dia, Ivy, hey, ja man, voor de mensen die het nog niet hebben gecheckt, die nu pas intunen, hey, schabie man, ga terug en check die shit from the top, yes, Romy, yes, ja, we zijn er weer man, yes. Mama, we spraken net een paar over een paar dope joints van jou, weet je, die ik heb gezien, en die smile on my face joint, van wakker met die, zie je, die krijgt dan meteen die smile daar, what's the story behind smile on my face? Nou, het was eigenlijk zo. Ik zat natuurlijk, wat ik al zei, bij Giorgio was ik heel lang gesigned. Mm-hmm. Maar in 2018, toen mijn ex en ik uit elkaar gingen, diezelfde nacht had ik een ticket gekocht naar LA. Om mijn hart te volgen, om mijn droom te volgen. Okay. En want ja, het was een beetje een koekje van eigen deeg die ik hem gaf. Omdat hij wel vaker dan ineens 3 dagen van tevoren zei... Oh ja, schat, ik ga een maand naar Ghana. En toen dacht ik, yo, en nu? En hoe moet ik dit allemaal doen met de kids en zo, weet je? Maar uiteindelijk dacht ik nu... Oké, nu kies ik voor mezelf. En iedereen om me heen vond het egoïstisch. En die zei echt van, ja, maar dat kan niet, je bent een moeder. Het is niet oké. En het was best wel lastig in de zin van... Ook Giorgio had ze iets van... Je bent een moeder, je moet er zijn voor je kinderen. En ik snap hem volkomen. Ik snap hem, maar het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Om voor mezelf te kiezen toen. Omdat wat het was dat ik had dit nodig om in mezelf te geloven. En LA was voor mij gewoon een eye-opener van, ik moet hier zijn. Ja. Ik moet hier uiteindelijk, dit is het einddoel. Dit is waar ik uiteindelijk wil gaan wonen. En mezelf ook wil ontwikkelen als songwriter. Als artiest en producer zelfs nu. Dus ja, ik had zoiets van, this is the place to be, om het zo maar te zeggen. Yes. En waarom ik dus terug ga helemaal naar dit verhaal, is omdat toen ik voor mezelf koos, koos ik dus voor mijn geluk. Maar ik wist ook van, I can change my mindset. Weet je? En ik zat toen, ik had toen het boek Think and Grow Rich gelezen van Napoleon Hill. Probably know that book. En dat heeft voor mij gewoon zoveel veranderd. En ja. Smile on my face is eigenlijk dat je gaat kijken naar je leven en eigenlijk gaat zeggen van shit. Oké, I got some bills to pay. Yeah. But I'm still gonna smile anyway. Yes. Want uiteindelijk, mijn fiets is gewoon een fucking Porsche. Yes. One day I'm gonna buy that horse. Yes. Dus voor mij was het zo van die smile on my face dat ik gewoon gezegd, oké, I'm gonna change my mindset. Ook al is mijn situatie niet zoals het hoort te zijn, wist ik gewoon van eventually it's gonna change. Yes. En dat heeft voor mij ook heel veel veranderd, want ik sinds 2018 leef ik ook van muziek. Gewoon volledig. Yes. Dope. Dus dope. Nice. Ik mag gewoon niet klagen. Ik mag gewoon echt niet klagen. Ik woon nu in een kast van huis en ik kan gewoon... Ja, yeah, I'm doing good. I'm doing good. Dus met die track was het zo. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik mijn allereerste single met Giorgio zou doen. Juist. Mm. En Giorgio zei toen, na die actie van dat ik naar LA was gegaan, van weet je, ik geef echt ontzettend veel van je, om je. Ik geef ontzettend veel om je, maar wat je hebt gedaan... is
Ja, het heeft toch wel, het had hem toch wel iets gedaan, ja, zeg maar. Het heeft een impact op hem gehad. Het heeft een impact op hem opgemaakt. Had toen hij misschien heeft hij het gezegd, gevoel dat als jij in staat was om zeg maar zo'n plotse sprong te kunnen maken, dat hij niet uit vertrouwen met jou en een samenwerking op jou zou kunnen rekenen, want jij kan zomaar er tussenuit knijpen? Dat was het. Dat was het. Maar daarna zei hij ook, ik denk dat het nu tijd is dat ik je laat gaan. En dat jij je vleugels moet spreiden. En dat je zelf je fouten moet maken. En zelf moet gaan ondervinden wat wel en niet werkt. Dus, en hij zei toen van, I'm gonna let you go now. To let you fly. En toen, diezelfde dag, want ik was heel verdrietig. Want ik dacht, na al die jaren, vanaf mijn 17 heb ik met hem gewerkt. Zegt hij nu, oké, ik laat je los. Dus ik dacht, hoe ga ik dit doen? Weet je wel, maar alles was op losse schroeven. Alles was op losse schroeven. Dus mijn relatie was over. Ik moest mijn huis gaan verkopen. Ik had financiële issues. Maar toch schreef ik dat nummer van, I put a smile on my face. Ook als mijn situatie kut. I know it's gonna, you know. Ik weet dat alles gaat veranderen. En nu als ik terugkijk, denk ik van, al die stappen die ik heb gemaakt, ben nog niet waar ik wil zijn. Want uiteindelijk het einddoel is L.A. Om daar te wonen en minimaal 6 huizen te bezitten. You know? Maar oké, los van die ene maand, ben je wel eens eerder naar L.A. gegaan? Dat je dit was de allereerste keer in 2018 en daarna ben ik nog 3 keer terug geweest. En weet je zeker dat je daar wilt gaan wonen? Ja, ik voelde gewoon aan alles in mij, ik moet hier zijn. En niet in New York? Nee, New York is ook dope. En kijk, ik heb wel gezien van, I like to travel. Niet, I love to travel. Want dat is waar je jezelf ook gaat vinden met reizen. Maar met name in je eentje reizen ook. Dus, uiteindelijk zal ik vaak gaan reizen. Ik ben ook in Atlanta geweest, New York inderdaad. Miami ga ik binnenkort ook naartoe. Daar ben ik nu ook voor aan het bezig met een artiest. Waar ik voor aan het schrijven ben, die bij Atlantic Records zit. Dus als songwriter ben ik ook gewoon wel lekker aan het bouwen. Juist. Maar ja, ik voelde gewoon aan alles toen ik daar kwam. Ik moet hier zijn. En er waren ook dingen gebeurd. Ik had ook opgeschreven van, weet je, dit is waar ik naartoe wil. Uiteindelijk is het doel. Ik ga de wereld niet verlaten totdat ik een Grammy heb gewonnen. Gruwelijk, more power to you, sis. Zeker. En toen ik daar de eerste keer kwam, op miraculeuze wijze kwam ik dus terecht bij de Recording Academy. De Recording Academy is dus van de Grammys. Dus daar kwam ik terecht. Wow. Dan dacht ik, ik moest die gewoon zijn. Yes. En die director, vrouwelijke director, vertelde mijn verhaal. Ze kreeg tranen in de ogen van mijn verhaal. En ze zei van, one day you're gonna get on that stage and you're gonna get that Grammy. But you just gotta keep pushing, girl. En dan dacht ik, ja. En ik zit nog steeds op die weg. It ain't easy. Ik heb het je net ook al gezegd. Ja. Je weet toch? Gewoon niet stoppen, doorgaan en vanuit Damsko naar L.A. en back heb je het gehoord. Dus dan weet je wat je focus moet zijn. Maar het is, hoe vaak ik huil. Hoe vaak ik soms wel niet aan mezelf twijfel. Hoe moet ik dit wel niet doen? En waarom heb ik dit nou weer gedaan? En heb je weer ontzettend veel geld gestoken in iets. En dan gaat het niet zoals je het wilt dat het gaat. Dus ik ben blij dat Giorgio me heeft losgelaten toen ook. Omdat ik nu uiteindelijk, ik heb inderdaad fouten gemaakt. Juist. Maar van die fouten heb ik geleerd. Geleerd. En soms was het best wel duur lesgeld. Ja, I can imagine. No doubt. But, you know, it made me and it made me stronger. Dus, en daarin geef ik andere mensen weer les. Ik geef bijvoorbeeld ook af en toe les op Herman Brood Academie. Top. Dus, Nice, man. En IVA. Yes. Net als Romy. Yeah. Heb je natuurlijk ook moeten investeren in jezelf. Ja. Yeah. Paramaribo Records. Vakken met dat? Vakken met dat, heel goed. Ja, Paramaribo Records, man. Dat is een independent label van jou? Ja, independent label. En ik dacht van, ik wilde iets dicht bij mij hebben eigenlijk. En wat ook aansprak of aan zou spreken voor de toekomst. En de mensen die affiniteit daarmee hebben. Mm-hmm. Paramaribo Records. Okay. Als je het eerst hoort, denk je van, je schrikt een beetje misschien, maar ik zie meteen blokken in boomstammen, weet je, verstopt en die door via Boutersen, weet je, hier in Nederland binnenkomen of zo, weet je. Dat zou kunnen. Ja. Goede sponsor trouwens. Gruwelijk. Dus ik dacht van, Paramaribo Records. Dus dan weet je gewoon, oké, als je belt of je wilt iets doen of je wilt samenwerken, dan weet je, de affiniteit is daar, weet je. Dus eigenlijk Paramaribo Records en Van Wakka Store heb ik dan ook nog. Die Kom Bij Mij song waar we net eventjes over spraken. Ja.
daar is ook een Duitse versie van. Ja, klopt. Hoe ben je erop gekomen om een Duitser te laten gaan zingen in jou, op jouw pokoe? Ja, gruwelijk. Ik had eerst, waren eerst een deal zeg maar, in Spanje met een label, Blanco y Negro. Ja. Was in die EDM-tijd, weet je. Mm-hmm. Dus ik had een nummer geschreven, 14 miljoen views. Gruwelijk. En Ibiza Music en overal werd het gedropt en zo. Toen was er een Dominicaan, ik was via een Afrikaanse Duitser, zeg maar. Mm-hmm. Was er een Dominicaanse Duitser. Juist. Die heeft ook in Nederland gewoond en hij kwam op die featuring terecht, zeg maar. Oké. Okay. Dus zo met hem samengewerkt, weet je. Toen deed hij Spaans, weet je, een beetje Latin-achtig. Juist. En toen kwam bij mij, dacht ik van, nou, weet je, ik wilde ook Duitsland. Ja. Duitsland ben ik al jaren aan het toeren, 20 jaar of zo. Juist. En toen dacht ik van, nou, weet je wat, we moeten een Duitse remix maken, weet je. Dus hij ging dat doen. En Duitsland heeft natuurlijk 84 miljoen inwoners. Juist. Ja. Los van de nazi's heb je nog... Nee, het is gewoon een grote markt. Je weet markt. Toch hoe leuk het is, ja. Hele grote markt. Ja, het is een hele grote markt. Dus ik dacht van, nou, let's give it a shot, weet je. Ja, dope, man. En hoe is het, zeg maar, ontvangen in Duitsland, zeg maar, die track? In Duitsland heb ik veel feedback gekregen, ja. Ja? Ja, goed. Van DJ's en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk ook pandemie in die tijd, natuurlijk. Ja. Want jij had al sowieso een binding met Duitsland, omdat, ja, net wat je danste daar ook heel veel. Maar later ging je ook met de remix crew ging je dingen doen, hè? Klopt. Kan je ons daar iets over vertellen? Jazeker, man. Het begon gewoon... ik deed met talent die achter mee en zo. Uptown en al die dingen. Wat was hard in die tijd. Ja, precies. Shout-out. Dus talentenjachten, Utrecht en dat soort dingen. En op een gegeven moment toen werd ik uitgenodigd. En mensen zagen er wat in, weet je. Dus eerst maakte je demo's. Je had geen internet, niks. Dus met die demo's, mensen begonnen met demo's ook mee te zingen. Uh-huh. Toen werkte ik ook veel met Vincent. En dat ken je dat nog steeds een beetje. Toen dacht ik van, oh... Het werkt dus wel, weet je. Muziek was toch wel een passie. Ik wilde weer terug naar die tijd. Dus op een gegeven moment werd ik uitgenodigd. Kreeg een belletje, ja. We willen met je werken, weet je, bla bla. Het is een remix. Dit en dat. Dus ik kom daar naartoe. Sarah via Fabian Lenzen. Ja. Ja. Van Rhythm Import? Ja, volgens mij wel, hè. Ja, toch, bro. ik heb iedereen in de scene. Ja, meer dan ik, man. Maar, dus op een gegeven moment... ja, zo kwamen later terecht via en iemand nodigde me uit en die zegt van ja, bla bla bla. Dus ik luisterde naar die pokoe en ik zag allemaal, we waren de remix crew en ik zag allemaal tracks die geremixed konden worden. Dus toen zeiden we Fresh, weet je. Fresh is gewoon gruwelijk. Juist. Dus die hebben we geremixed en sindsdien ging het berg opwaarts, weet je. Juist, want toen ging je opeens met remix crew ging je toeren. Ja, ging met toeren. Met een song. Welke song was dat? Ging jij met een tour in Duitsland. Ja, Fresh hadden we. Mm-hmm. Een zelfgeschreven nummer, Are You The One? Juist. En volgens mij hadden wij toen een link met Redman. Ja, Redman. Maar dan Icarus. Icarus. Ken je die nog? Bro, ik heb een feature met Redman en Icarus. Ja. En die werd opgenomen in op die mixtape van Redman zelf. We hadden een song gemaakt, Don't Give Up. Ja. We waren die fok niet zeggen, dus we zeiden don't give her. Ja. En dat was Redman met Icarus. En eigenlijk Sugarcane featuring Redman en Icarus. Klopt. En zodoende was die connect-netwerk was uitgebreid. En toen kwamen we terecht bij Are You The One had ik geschreven. Juist. En toen Icarus ging op die remix, weet je. Dope. Ik had nooit van hem gehoord en het was een plaat, hè. Ja, het is gewoon een boy die viel onder Redman. Ja, maar hij was goed, hè. Hij is goed. Dus zo kwamen we in aanraking. En in Duitsland hadden we toen onder de club scene en... Bij FIFA Music hadden we number one hit behaald in Duitsland en toen Australië. Toen Turkije had ik Are You The One nummer 1 hit behaald, zeg maar. Ik ging naar Turkije toe en ik zit in de auto. En in die tijd was Dali was de hit. Dali. En toen was mijn track. En mijn track die verschoof Dali naar beneden. Ah. En toen kwam ik en toen nam ik het over. Ah. En elke taxi... Elke Turk die draaide die pokoe in de auto, weet je. Yes. Dus zo werd het een beetje hot. En ja, Turkije, ja, het is een rollercoaster daarom. Maar het was wel een eer, weet je. En natuurlijk ook een hit in Suriname, maar dat vond ik veel leuker. In Suriname, maar Turkije heeft meer inwoners. Maar Suriname is toch je roots, weet je. Als je daar iets hebt behaald, dat was dan wat je doet. Een remix. Of tenminste mijn eigen track dan. Ik denk dat jij gewoon voor jezelf eens een keertje gaat moeten zitten... En alles wat je ooit hebt gedaan, moet je verzamelen
Of het nou krantenknipsels zijn of van een magazine. En je moet gewoon je tijdlijn gaan invullen met al die dingen die je hebt gedaan op chronologische tijdvolgorde gewoon, bro. Want jij hebt te veel gedaan. En ik weet gewoon zeker dat het gewoon heel veel is waar je niet eens meer bij stilstaat, bro. Zoveel heb jij gedaan. Je hebt helemaal gelijk, man. En soms besef het niet, weet je. Je bent bezig, je gaat gewoon. En je probeert ook, tenminste, we houden het even op de low, maar je probeert ook andere dingen, kwesties gaan je aanspreken, weet je. Dus dan vergeet je even wie je bent en wat je doet. Ja. En je denkt van, ik moet mensen helpen, weet je. Want ik zie, het loopt een beetje stroefjes in Nederland. Snap je bedoel? Yes. Dus ja, maar je hebt helemaal gelijk, man. Want kijk, want je praat over van nummer 1 hit hebben bijvoorbeeld in Australië en Turkije. Doet alsof het normaal is. That's maar het is niet normaal, man, bro. Het is niet normaal, hè. Nee. Weet je, maar jij bent wel altijd een verwend jongetje geweest, hè. Dat ga ik je meteen zeggen. Vroeger. Pikkie. Je bent een verwend jochie geweest, maar bro. Want kijk, je bent altijd op sleeptouw genomen. Yeah. En het is altijd gegund. Ja. Yeah. Het is je aankomen waar, het is je gegund. Snap je? Mm-hmm. En je hebt heel veel grote, mooie dingen mogen doen, bro. Maar het is niet vanzelfsprekend, hè, G? Nee, zeker. Maar er zijn mensen die echt moeten grinden. Je weet toch, om überhaupt een song out there te krijgen. En jij praat over, ja, ik was nummer 1 toen in Australië. Ja. Alsof het niks is, je weet toch? Maar je weet toch, hoe heb je Je weet toch, hoe heb je het beleefd, man, bro? Wat was die feedback wat vanuit die hoeken kwam naar jou? Ja. Ten eerste. En heeft dat jou niet gemotiveerd om te denken van, oké, ik moet even mijn focus echt op dit zetten, want ik zie dat het werkt, dus laat al dat andere, want het is hoofdpijn. Ja. Grinden heb ik ook moeten doen, hè. Dus dat terzijde. Maar, hoe heb je dat beleefd? Je beleeft het op dat moment, maar op een gegeven moment dan ben je wel bezig natuurlijk. Het talent zegt natuurlijk niks. Talent is gewoon wat je hebt, weet je. Maar wat je zegt, gunfactor moet je hebben. Je moet ook een lijn uitstippelen, weet je, van oké, die kant wil ik opgaan. De belevenis was huge, maar op dat moment beleef het gewoon op dat moment. Ja, want je bent volgens mij best wel nuchter dan, weet je. Want net zoals hoe je het nuchter vertelt, is volgens mij zo beleef je het ook. Van, oh, oké, dope man, nummer 1 hit Turkije, oké, dope. Ik zou helemaal gek zijn geworden van, shit! Misschien moet ik naar Turkije gaan en shit, man. Ja, maar toen die tijd, het is gruwelijk, dankjewel. Maar door die tijd had je het ook wel. Je maakt het allemaal mee. En op een gegeven moment word je uitgenodigd. En je komt allemaal mensen tegen natuurlijk. Mm-hmm. Weet je, snap je bedoel? Je kan niet te veel, maar... Denk je dat je dingen hebt... dat je niet oplettend genoeg was... waardoor dingen langs je heen zijn gegaan? Laat het zo zeggen. Als je die knowledge had wat je nu hebt... toen kon gebruiken... Mm-hmm. Dan had je ook best wel nog grotere stappen kunnen maken. En had je ook nog dingen kunnen accomplishen. En meer mensen mee kunnen trekken erin, weet je. Juist. Bijvoorbeeld, gewoon een klein, even een dom voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld, je bent artiest en op een gegeven moment dan zit je in de top. En dan kijk, nu organiseer je feesten. Maar als je dat toen die tijd zou doen, en zelf. Ja. Dat zijn kleine dingetjes, weet je. Dan was het wel beter gegaan. Maar, wat ik ook zei, ik ben nooit getekend bij een label. Juist. Dus er zijn altijd labels die met ons komen samenwerken. Weet je? Dus je hebt gewoon altijd op eigen kracht heb je bewogen, zeg maar. Waardoor dan gaan bepaalde dingen je voorbij gaan. Hè? Mm-hmm. Ja. En verschillende artiesten die zaten ook onder Rimas Crew toen die tijd. Juist. En ik heb zelfs in die tijd een cd aangeboden gekregen van R. Kelly. R. Kelly, ja. Hij wou je gewoon wiepen, G. Ik praat geen R. Kelly dingen hier, man, G. Dat bedoel ik. Maar in ieder geval, die man... Hij is wel de king of R&B toen die tijd, weet je. Dus, ja, whatever. Dus, maar ik was al ver van mijn tijd. Laat me eens uitpraten. Voordat die praatjes viral gaan op TikTok is. Maar we gingen eerst... Dus die label kwam bij mij toe, weet je. Sony BMG, die zegt van... R. Kelly, dit en dat. En hij heeft cd'tjes en... Hij wilde dat mensen het gaan remixen, weet je. Mm-hmm. Maar ik was al op de hoogte, snap je? Ik was al vanaf New Jack Swing, dus vanaf dat liedje Vibe, toch? Ja, you got die Alias got it. Yes. Zat hij toch? Yes. En toen was Alia 12, toen dacht ik van, hé. Hey. Mm. Dus toen die tijd was ik al... Jij was 8. Was ik al gaande daar. Ja. Dus op een gegeven moment, afgewezen, weet je, die shit. Maar dus dat eigenlijk... Crazy story, man. Maar dat is gekke shit. Ja. Maar Turkije was natuurlijk geweldig. Ja. Duitsland was geweldig. 20 jaar getoerd. Ik heb genoten als een malle en probeerde te genieten. Ja. Als een twintiger en eindtiener. Om te kijken van, oké, weet je, hoe werkt het? Hoe, hoe, uh,
Je gaat op tour. Hoe werkt het? Er komen natuurlijk mensen op je af, weet je. Sommige mensen die waarschuwen, ze waarschuwen je voor die. Terwijl die me net 10 gigs aanbiedt. Ja. Denk van shit, ja. Weet je? Ja, ja, ja. Weet je? Je hebt gewoon geen management gehad, man, bro. Je nee, ik toch, deed mijn eigen management. En jij probeerde het allemaal zelf te doen, weet je. En dat is gewoon wel iets toch wat wel moeilijk is, hè? Ik doe ook mijn eigen management en het is echt een ding. Ik zeg je eerlijk, ik ben nog steeds op zoek naar management. So, hey, hallo. Ja, man. You know? Reach liefst out, een man. Vrouwelijke manager, allerliefst. Juist. Maar ja, het is tough. Ja, maar we overleefden wel, weet je. Mm. Dus bijvoorbeeld Snoop Dogg bijvoorbeeld kwam hier in 96, meen ik. Mm-hmm. Toen deed ik voorprogramma in de jaarbeurshal in Utrecht. En toen kwam hij in Amsterdam, weet toch? En ik kon gewoon totaal niet begrijpen dat soort gasten, je weet toch, pokus droppen van smoke weed every day. Yeah. En dat ze dan gewoon niet denken van, hey, weet je wat, laat me een coffeeshop kopen hier in Damsco. Ja, precies. Mm-hmm. Want dat had hij heel makkelijk kunnen doen. Ja. En vooral in die tijd wouden heel veel coffeeshops zeg maar een coffeeshop verkopen, omdat ze wisten van, hey, ik weet niet zeker of mijn licentie nog wel wordt verlengd, liever verkoop ik het nu, whatever. En die coffeeshops gingen echt voor veel geld toen weg, weet je, in die tijdsgeest. Vooral hikkend naar 2000, 2001. Ja. En ik had nog niet begrepen waarom dan die gasten niet gingen investeren in dat, weet je. Ja. Want ze smoken het de hele dag, ze rappen er de hele dag over, koop dan een coffeeshop, snap je? Toch? Maar het is toch een soort van gebrek aan inzicht, zakelijk, waardoor je zo'n stap niet maakt. Want niemand heeft dat nooit gedaan. Ja. Je weet toch? Dus ik weet gewoon dat een manager is heel erg belangrijk. Maar je moet, maar heel veel mensen profileren zich ook vaak als manager. Ja. Omdat ze denken dat ze slim zijn. Klopt, precies. Weet je? Maar slim zijn en inzicht hebben, dat is weer wat anders. En het netwerk hebben is ook weer wat anders. En de capaciteit hebben om je netwerk te kunnen gebruiken en te mobiliseren om dat te bereiken wat je graag zou willen zien voor jouw artiest, is die hele super next level. Ja. Dus ik weet gewoon, een goede manager is gewoon heel erg moeilijk om te vinden. Man. Ja, maar gelukkig heb ik het overleefd, man. Je weet toch. Als ik kijk naar heel veel artiesten hebben een manager gehad in die tijden en zo. Ze zijn nergens. Dat heb je ook. Maar je hebt ook gasten die wel echt degelijk wel heel erg goed een manager hadden en dat ze er goed uit zijn gekomen. Mm-hmm. Je weet toch? Romy, je hebt toch ook, want we spraken net over Paramaribo Records, maar jij hebt ook een independent label. Yes, ja. Hoe heet die? Uncommon Diamond. Dus ja, het was eigenlijk zo gegaan. Mijn zoon, die tijdens COVID dacht hij, oké, mama, ik ga muziek maken. Gruwelijk, ja, tuurlijk. Want hij verveelde zich. Ja, hij verveelde zich. En hij deed toen zo'n Snipes challenge. Maar hij was eigenlijk te jong daarvoor. Dus we konden het niet insturen, want je moest minimaal 15 zijn. En hij was 13. En uiteindelijk, wat er toen was gebeurd, is hij bleef maar opnemen. En toen in 2020 wilde hij zijn eerste track uitbrengen. Dus ik zeg, weet je wat, mama gaat wel een label opzetten. Because I gotta protect you. Want ik weet hoe het kan zijn in de muziekwereld. Dus, en inderdaad, er kwamen toen allerlei mensen. Het is wel een beetje dubbel, hè, mama. Want aan de ene kant wil je zo doen naar je zoon. Maar je weet toch, een man die gaat het ook doen naar zijn vrouw. Snap je hem? Hoe bedoel je? Vertel. Want jij weet hoe het kan zijn in de music business. Maar die man, die weet ook hoe het kan zijn in de music business. Als het goed is. Dan kan hij ook een beetje zich zorgen maken om mama. En dan denk ik, we moeten het een beetje onder controle hebben, toch mama? Of course. Oh nee, maar hij protect me sowieso, hoor. Zwaar altijd. Als iemand belt, dan is wie is dat? Wie is dat? Die naam ken ik niet. Dus, okay. En toen heeft hij, en wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft... Dat was de eerste, mijn jongste zoon die edit ook video's, dus ik heb gewoon mijn eigen team. Dus, en uiteindelijk was het de bedoeling van, daarvoor had ik het eigenlijk opgezet, het label. Mm-hmm. En nu kwam dus, dit jaar kwam er ook een dame naar me toe en die zei van, hey, luister, ik zie je bent echt aan het bouwen en I want to be part of it. Dus ik ben nu met haar dus bezig, Xif heet ze. En super getalenteerd, ziet er prachtig uit. Ze kan schrijven. En ik ben nu ook bezig om voor haar te gaan produceren. Dope. Dus mixen, masteren, kan mijn zoon. Ja, weet je, we got it all. Tuurlijk. We got it all at home. Tuurlijk. Dus uiteindelijk is het wel de bedoeling dat ik het label ga uitbouwen. Dat met name de visie in 2023 heb ik gezegd, oké, dan
wil ik het echt uitbouwen. Ik ga eerst nu nog focussen op één artiest. Om te kijken of ik haar gewoon in playlist terecht kan krijgen. Juist. Want dat is uiteindelijk waar je streams vandaan gaat halen. En, weet maar ga je managen of ga je coachen? Coachen. Juist. En we still need the manager. Ja. Ja, toch? She still needs a manager, too. Juist. Dus nee, management, ik word vaak gevraagd. Juist, nee. No. Coach is beter, hè? Ja, ja. Ja, toch? Is hoofdpijn, man. Hé, hey, trouwens het nummer van jou, Prayed For You. Ja. Je bent daarvoor gaan reizen naar Afrika. Ja. Waar, ja, was, je, waar was je gaan? Naar Ghana, hè? Ja, 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 Ghana. Ik vond het, dope, ja. Ik vond het een dope joint. Thanks, thanks. Ik zag een shot. Was dat nou bij het slavenfort? Nee, nee, okay. nee. Zo, ik ben daar wel geweest. Uh-huh. Daar ben ik ooit geweest. Welk jaar was dat? 2008 uh-huh. ben ik daar geweest. En dat voelde niet goed, hè? Nee, ja. Really bad vibes. Tuurlijk. Dus ja, het was... ik was toen met mijn ex-schoonfamilie daar naartoe gegaan. En ik had echt zoiets van, nee man, dit... Dit is ex-man Ghanees? Ja. Dus nee, ik had wel echt een connectie ook met Ghana. Dus dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk... Terug ben gegaan. Ja, terug ben gegaan. Die artiest, die komt eigenlijk uit Nederland. Was het eigenlijk een steekie onder water naar ex-hubby van... Hey, I prayed for you, but it didn't work out. Nee. Ja, oh ja, maar, nee. Ja, want jij zei net tegen mij van... Je weet toch, wanneer ik met je ga of je weet toch... I'm gonna write songs about you. Je weet toch, so the next rhyme of write might be about you. Nee, deze song gaat eigenlijk over mijn future husband. Oh. Die heb ik nog niet ontmoet. Oh, maar media met hem, though. Ik denk dat je hem hebt ontmoet, want je zit in de flow met flow. Ja, we gaan het zien. Ik hoop het sowieso voor jullie. Maar ja, nee, deze song... it was... Prayed For You, yeah, featuring Young Dada. Hoe kom je aan hem? Young Dada komt eigenlijk gewoon uit Nederland. Oh, oké. Okay. Ik dacht weer Instagram. Nee. Nee, ik ken hem ook al echt al van way back tijdens het repeteren bij, hoe heet het ook alweer? Atlantisplein daar. Music Q heette dat vroeger toch? Hoe heet het nu eigenlijk? Ik weet het niet meer. Nee, ik weet het niet meer. Maar toen was het nog Music Q. Aha. En hij, ja, ik zag hem daar altijd. Hij was ook drummer hele lange tijd van Ronnie Flex. En daarnaast rapte hij en produceerde hij. Dus, en nu ging hij eigenlijk meer terug naar zijn roots. Ah. Door meer gewoon afrobeats te maken. En nu dope. Ook Amapiano en zo is hij aan het maken. Hij is echt dope. En ik had dus een track. Ik had zelf geproduceerd. Maar het was echt all over the place met die percussie. Het was net even te veel. Ja, ja, ja. Dus maar ik zei, het was dope. Ik vond het, was, dope het was dope. Nee, nou ja, uiteindelijk heb ik hem toen gevraagd van... Hey, ik weet, Afrobeat is echt jouw ding. Het is jouw afdeling. Dus can you help me out, weet je? Om het net even... Spice it up. En toen zei hij van, ja, ik moet gewoon wat dingen weghalen eigenlijk. Want je hebt het, maar het is net even te veel. Dus we gaan even... We're gonna tone it down a little bit. En he killed it. En toen heeft hij een verse gedropt. En ik dacht, ja, dat videoclip daar geschoten. Dope, ja, maar dope. Nice. En heb je die cameracrew daar geregeld? Of heb je ze hier geregeld en meegenomen naar daar? Well. Dat was hoofdpijn. Dus, het was zo. Die creative director had ik meegenomen vanuit Nederland. Nederland, en juist. Toen was dus de cameracrew. We dachten dat ze in Accra woonden. Maar ze woonden eerst ook in Accra, maar uiteindelijk waren ze weer terug verhuisd naar Nigeria. Ah. Dus ik moest hun over laten vliegen naar Nigeria, maar daar kwam ik pas echt een week voordat ik daar naartoe ging. Van Nigeria naar Ghana? Naar Ghana. Ah. Maar mind you, het was COVID time. Dus die tickets waren gewoon crazy. 3-4-dubbele prijs. Gewoon. Dat was echt crazy. En ze gaan je play als je weet dat je niet vandaar bent, hè? Nou, dat hebben ze niet gedaan. Okay. Dat hebben ze wel geprobeerd. We hadden op een gegeven moment een soort van crew om me heen gecreëerd. Mensen die me gingen beschermen, die ik wel even wat geld gaf. Juist. Maar daardoor werd ik niet genakt. Dus, dus wat dat betreft, maar it cost me a lot of money. En toen kreeg ik nog COVID daar ook. Dus. Wauw. Ja, dus dat was wel echt een verhaal. Ik heb, ik denk pas na een jaar ben ik er ook een beetje uitgekomen. Want ik had heel lang stemproblemen ook. Dus gewoon een rauw randje erop. Dat had ik altijd al. Maar nu was het echt gewoon, ik kon gewoon niet meer praten, zeg maar. Maar heel lang heb ik ook gedacht dat het een soort van spiritueel ding was. Waarschijnlijk, weet je, ik bedoel, zeg ook keelchakra.
Dus als jij niet je waarheid spreekt en ook niet je waarheid leeft, dan gaat dit op slot. Maar ik heb begrepen dat zeg maar, de mensen die het krijgen, dat het een oproep is voor hunzelf om zichzelf te gaan verbeteren en te versterken. Om naar binnen te gaan. Ja. Daarom ook therapie, alles. Op een gegeven moment dacht ik weet niet meer waar ik naartoe moet. Ik ging naar de KNO-arts en de KNO-arts zegt, ja, het ziet er allemaal prima uit. Dus daarom wist ik van, oké, ik moet dieper gaan. I gotta do some soul searching and that's what I did. Dope. Dus, Gelukkig, maar mensen die het nog niet kennen, je weet toch, ga haar googlen, Romy Dia, je weet toch, en check al die songs, man. Ik heb al die songs, Typical, Call Me Bae, Smile on My Face, Thank You, Prayed For You, Parenthood en The Usual. Ik heb ze allemaal gecheckt. En we gaan straks nog even verder, even over je EP. Maar check jullie die shit, man. Het is gewoon crazy, man. Mm-hmm. Bro, jij ook, man. Fucken met die joint van jou, man. Waar ben jij? Hey. Ja, bro. Ja, lekker, 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 lekker. Ja, man. Ja? Hoe ben je op die joint gekomen, bro? Ik wilde een beetje outer space gevoel creëren, weet je. Juist. En... Maar wat vraag je? Ben je echt aan het vragen van waar ben jij? Ja, ik ben, waar ben jij? Ik ben eigenlijk op zoek. Zoek naar de liefde. Naar de liefde van mijn leven. Van dus, mijn leven, ja, ja. Ja, dus een beetje buitenaards gevoel moet het creëren, weet je. Dus diegene is nog niet gecreëerd. Klinkt wel een beetje spooky, man, bro. Ja, man. Een beetje alien-achtig, man. Aliens zijn daar, hoor. Echt, aliens zijn daar. Ja, toch, we zijn niet de enige hier op aarde. Dus, ja. Sowieso niet. Dus dat, man. Mm-hmm. Okay. Dus dat was die feeling. Waar ben jij? Dope. Op een gegeven moment zie ik je opeens op televisie. Ja. Stevie Wonder doe je daar. Ja. Fucker, vertel ons even, weet je. Ja, Stevie Wonder. Ik kreeg een belletje van Tappen Network. Mm-hmm. En toen, die zeiden van ja, we hebben een show, bla bla bla. En het is een tribute. En Stevie Wonder had ik natuurlijk daarvoor al gedaan. Mm-hmm. Ik had Werk aan Zee en allemaal gigs en dat soort dingen. Mm-hmm. Op een gegeven moment toen was ik thuis. Ik heb ook een sportschool. Juist. Dus van alles en nog wat aan het doen. Dus ik dacht van, is dit het moment om mee te gaan doen? En... Het was ook pandemie, maar ik dacht van niemand treedt op. Dus als je nu gaat, dan gaan veel mensen het kunnen zien. Mm-hmm. En ik zat veel na te denken. Toen zei mijn zoontje zei van ja, je moet het doen. En mijn dochter die was helemaal fan. Die zei van ja, als ik iets ging vragen, zei ze ja, praat niet met mij. Ik wil je op tv zien. Gruwelijk. Dus mijn zoontje en mijn dochter, super fan. Doop. Mijn dochter is wat kleiner, dus die is... Feller. Ja, en dan moet je gewoon gaan, toch? Ja, toch? Dus op een gegeven moment toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. Doop. Dus een band met elkaar gezocht. Ik heb mijn nicht contact, Luna. Shout-out naar Luna. Shout-out. En zij heeft de band bij elkaar gebracht, zeg maar. Ze zegt, nee, je gaat het doen en je lult niet en dit en dat. En we hebben een sterke band. Dus op een gegeven moment, op het moment als we daar waren en we zijn een ronde verder of wat dan ook. We zeiden van het begin... We moesten 6 songs doen, geknipte songs van 2 minuten. Mm-hmm. En vanaf het begin zeiden we van oké, we gaan die 6 songs gaan we doen en we hoeven niet te winnen. We willen alleen die 6 songs doen. Juist. Want hier wil je niet winnen, bij wijze van spreken. Dus, zo gedaan, weet je. Dus zijn we het emotioneel naar de eerste overwinning, weet je. Doop. Dus ik zeg slik het, slik het. En zo ging we een beetje fatu breken daar en toen 2, 3, 4, 5, 6. Ja, we hebben genoten daar al. Gruwelijk, man. Het was echt een top ervaring. Waar kunnen we dit terugzien, man? Op YouTube? Op YouTube SBS6 en kijktv.nl, kijkwijzer.nl. Doop. Gewoon googlen. Gewoon ja. IVA Wonder. Ja. Stevie Wonder. Stevie Wonder Tribute. Doop. We gaan het checken, man. Ja, toch? Ja, man. Gruwelijk, man. En Romy, even just to top it off. Jij dropt een EP... Ja. Hij moet nog droppen, toch? Ja, hij moet nog droppen. Nice. En het was Grown Woman Season. Yes. Of Grown Women Season. What is Grown Woman Season. Grown Woman Season. Wat kunnen we van jou verwachten, Manon? Ja, dit is toch... ik heb dus vorig jaar mijn eerste album uitgebracht. Dat heet I Fucking Love Myself. Ah, shit! Yes! The building! Ja, man, dat is de tip van de dag, man. Ja. Echt, hè? Dat is het. Echt, ja. Dus, en dit is eigenlijk nog wel het staartje daarvan, eigenlijk. Omdat ik natuurlijk ook in therapie ben geweest. Wat ik zei, holistische therapie, juist. Psycholoog en...
Ik had nu zoiets van, I'm gonna own it nu. Ik ga echt ownen wie ik ben. Wat ik al zei, ik ben bijna thuisgekomen. En we zijn er bijna. Weet je, er zijn een paar dingetjes waarvan ik denk, oké, I have to work that out. Maar dat is dus door die EP ga je dat ook horen, zeg maar. Ik heb ook 1 track daarop. En dat was echt amazing. Was het met een vrouwelijke producer en nog een schrijver. Een vrouwelijke schrijver. Was dat, hadden we dat in Londen gemaakt. En het heet dus Mess Into a Message. En dat is zo bijzonder. Omdat dat is precies eigenlijk wat ik dus wil vertellen. Ook met die EP. Van oké, as a grown woman right now. I've been through a lot. Maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben. Yes. Weet je? En ik ben er trots op. Zeker. I'm proud of who I am. Embrace it. Dus en ook van, ik bedoel, zoveel vrouwen in de muziek zien van, oh, I'm getting old. En ik ga mijn leeftijd niet meer zeggen hoor. I don't care. Ja. Ik ben er trots op, weet je. Ja, natuurlijk. Ja, oké, weet je, ik zeg het nu even niet. Nee, wel. Ik was ook benieuwd. 35. Gruwelijk. Oh, 35. Ja, in the prime of your life, ja. Yeah. Ja, dus ja, Grown Woman Season komt een hele grote show aan. Dope. Amsterdam, dope. Een van de grootste podia. Maar ik ga nog even niks zeggen. Nee, oké, dan. Maar it's coming. Dus ik ben super excited. Ik heb een all-female band ook. Juist. Dus ik ben echt heel, heel excited voor deze. Dus, ik kijk er dan uit, man. Sowieso. Ja. Normaliter heb ik een hoe hip-hop ben jij quiz. Maar door technische omstandigheden heb ik die vandaag even niet kunnen doen. Maar ik ga jullie alsnog toch even een snackie ervan geven. Je weet toch? En het is de Bubblicious Kauwgum. Je weet toch? Die geef ik alsnog gewoon even als prijs om weg te geven. Je weet toch? Al hebben jullie niet meegedaan. Thanks. Dus dat. We gaan er weer uit zoals hoe we erin zijn gekomen. Willen jullie nog een shout-out geven? Romy, ik begin met jou. Shout out naar Sugar King. Thanks a million, mama. Ik bedoel, Doofpot. Doofpot podcast. Go and check it out. Go and check it out. Aanstaande zondag, toch? Yes. Ja, 100%. Ja. All right. Ja, man. En wie nog meer? Niemand meer? Niemand meer. Shout out naar mijn kids, sowieso. Ja, toch? Weet je, mama is trots op jullie. Dat moet ik even zeggen. Gruwelijk, man. Oké. En, oh, wacht nog eentje. Cyril, my best friend. Cyril Guts. Hey, bro. Ik ben trots op je, homie. Ja, man. Super nu noem trots. Je een naam. Nu noem je een naam. Ja. Ja, man. 100%. Dat is ook sowieso mijn homie, man. Shout-out naar Cyril Guts, man. Yes. Broski, wil je nog een shout-out geven? Ik doe mee. Shout-out aan Sugar Cane. Ja, man. Dope, man. De man die het heeft waargemaakt en iedereen bij elkaar brengt. De Doofpot. Ja, man. Shout-out natuurlijk naar Ifayo en Divani Bram. Juist. Mijn kids, waar ik alles voor doe. Juist. En shout-out naar 8 Counts. Alle leden en iedereen die ons lief heeft. Mijn kids natuurlijk nog een keer, dubbel. Ja toch, ja toch. Ze gaan ook kijken aanstaande zondag. Ja toch. En daar doe ik het voor allemaal. Gruwelijk man, yes sir. En ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine. Arius in de building. Ik wil een shout-out geven aan Mikey Hoofddorp. Een shout-out aan Aknodon. Ik wil een shout-out geven voor alle haartes en praters die zich inspannen dat papa's licht gedoofd wordt. Maar fuck dat, we blijven representen. Hier, live bij de motherfucking Doofpot. Yeah. Yes, de podcast waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. Love, Amsterdam City, Rotterdam City, Den Haag, Utrecht. Salute, stand up, we in the building. Yes, sir. One, two, you don't stop. It's the bad, bad boogie, you don't quit, nigga. Yes. Mama, ik hou van je. Thanks voor alle support. Shout out naar alle moeders die representen voor hun kids. Yes, no doubt. You don't stop. And we out. You don't stop. Gruwelijk. Testing my mic, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks, I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad things speak more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow.